Oké. Okay. Nu gaan we ergens ja, maar naartoe. Ja, knijp je ogen. Wat ga je me zeggen? Nee, ja, 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 check. Begint. Ik kom. <laughs> ik kom. Je wil me klappen. Ik zie het. I love it. Doe het. ik word erop. Ik word nu. Al, <laughs> ik word nu al opgewonden. We're going back. We're Let's going come. back. Het concept van Gilly's Love Line is heel simpel hè. We voeren eerlijke gesprekken over liefde en alles wat daarbij komt kijken, met al zijn mooie en al zijn nasty kanten. En mijn gasten zijn ook eerlijk, mooi en nasty. Ik maak een grapje. <laughs> Hoe het echt zit, ik kijk online. Ik zie dan iemand en ik denk, hé, hey, leuk wat hij of zij doet. Let's talk, love. En zo is dat ook gegaan met deze dame. Ze een berichtje zeg van hé, hey, kom bij Gillies Love Line chillen. I think this is gonna work. Zo is dat gegaan, toch? Absoluut. Ik leer niet, hè? Ja. Maar je naam alleen al hey. is de reden om je uit te nodigen. Lovella. Klopt. Welkom yeah. in de show. Dank je wel. Line. leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. Hé, hey, uh, jij maakt uh, leuke sketches. Ja. Herkenbare sketches. Ja. Want ja. zo kom ik ook bij jou. Ik, ik lag uh, in bed om mezelf zielig te vinden. <laughs> en een van die filmpjes van jou uh, cheered me, up. Ja. En het was een herkenbare waarbij, uh, volgens mij was het een filmpje uh, dat een oma dan, die roept haar kind, maar noemt alle namen, behalve, laten we zeggen, Lovella. Juist. Yes. Shirley, Nancy, hoe uh, ja. heet dat kind? Herkenbaar. Ja. Volgens mij heeft iedereen wel, dat doet mijn moeder altijd. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, heel leuk. Ja. Pas begonnen, hè? Klopt. Vertel even hoe dat is gegaan met die filmpje, zodat we weten wie Lovella is en het idee erachter. Mocht ja. je het nog niet hebben gezien. Google Lovella, TikTok vooral hè? Ja, vooral op TikTok, Lovella. Tel eens voort. Vertel. Ja. Nou, eigenlijk, uh, ja, iedereen heeft de, de bekende social media sites: Facebook, uh, Instagram zat ik vooral op. En ik werd al een paar keer van: TikTok is leuk, je moet op TikTok. Maar ik had alleen maar zoiets van: nog een social media site erbij. Mm -hmm. Daar heb ik geen zin in. Maar uiteindelijk kwamen er wel reels voorbij. Ja. En toen zag ik kleine filmpjes voorbij komen. Nou, toch nieuwsgierig, toch gaan kijken. En toen begon het eigenlijk met Amerikaanse TikToks mm -hmm. na gaan doen. Oké. Okay. Waar ik een beetje, mag ik dat zo zeggen, een beetje mezelf verbaasd... dat ik het redelijk goed deed. <laughs> dat ik dacht van, nou, dit is wel funny, weet je wel... maar het was van iemand anders wat je nadeed. Ja. En nou, ik ben altijd wel een beetje de comediant, een beetje gek doen. Ja, bij de vriendinnetjes en, uh, de, en de familie. bij de vriendinnetjes en bij de familie. Als Lovella binnenkomt, komt, komt Lov binnen, je <laughs> weet toch? Dus um, op een gegeven moment maakte ik een sketch. Uh, en ik nam het op. Ik had mijn doek nog op mijn hoofd, mijn pyjama uh -huh. aan, weet je wel. Ik ben redelijk altijd mezelf. En ik, had, ik maakte een zin van: um, als ik de liefde van mijn leven tegenkom, scheld ik hem naar zijn moer. <laughs> En ik poste dat, ik had toen, wat zal het zijn, 100 volgers of nou nog minder zelfs. Oh ja. En twee uur later pak ik mijn telefoon en dat filmpje gaat. Ja, yeah. ja. En ja. toen dacht ik, oh, maar dit is leuk. Ja. En um, wat me vooral triggerde was dat ik dingen deed waar mensen zich heel, wat, wat je zegt, heel herkenbaar, mm -hmm. Weken dat andere vrouwen die ook nog vrijgezel zijn, dat die ze iets hebben van, hey, die man doet lang. Je weet toch, waar yep. is hij? Weet je wel? <laughs> dus dat, zo is het eigenlijk gaan lopen. En toen dacht ik: van ik wil wel een combinatie doen. Of nou ja, ik wil dat doen. Ik, ik kom uit een Surinaams gezin. Uh -huh. Dus ik had wel zoiets van: ja, ik ga dingen doen die herkenbaar zijn voor, voor uh, mijn familie. En het filmpje wat echt is gaan lopen is over een Surinaamse tante van mij. En dat was echt gebeurd dat ik op een feestje kwam. En ze groet me niet, want ze is geïrriteerd of ze is boos dat ik er lang niet heb gesproken. En soms weet van mijn familie niet hoe grappig ze zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Weet je wel? Dus ik kwam binnen en het was echt zo van: je hoeft niet te groeten hoor. Mm -hmm. Ik dacht, jullie met weer boos op me. Weet je wel? Je weer... en, en, en toen dacht ik: nee, maar dit is grappig. En... Heeft ze dat filmpje gezien? Dat dus filmpje heeft ze gezien. Nou, ze vond het geweldig. Oh, dat wel. Ik was ja. echt ze nog bozer. Ja, ja. Maar ik moet de het kan kant kom... op gaan, hè? Het ja. kan dat André ze vond het geweldig. Waarom hebben we mijn naam niet gezegd? Weet je wel. Het ging die kant op, gelukkig. Ja. Um, maar heel realistisch. En ja. dat was ook het leuke van de reacties: dat iedereen zich erin kon vinden. Van, ik ken deze tante. Of yes. Ik bemoei niet met deze tante. Mm -hmm. of whatever. En toen dacht ik, ik ga filmpjes maken. Zowel als van de Surinaamse gemeenschap. Weet je ja. wel, waar mensen je kunnen herkennen. Maar ook vooral in het moederschap. Uh, of ouderschap eigenlijk. Uh, ik heb laatst een filmpje gemaakt waar ik. Waar, weet je, ik, 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 ik neem het moederschap heel serieus. Mm -hmm. maar je bent wel mensen. Van tijd tot tijd verlies je het af en toe met je kind. Ja. En vooral wanneer je kind hebt klaargemaakt om naar een feestje te gaan. Mm -hmm. En ze gaat ineens een koprol maken op de bank. <laughs> en ik zeg, een beetje kleren. En toen dacht ik, ja, dit is ook grappig. En dan, ja, ja, leuk. Die zie ik ja. ook voorbij komen, inderdaad. Ja. Ja. En dan de reacties daarop van moeders die blij zijn dat ik dat deel. Mm -hmm. En zoiets hebben van, oh, dat doe ik ook gelukkig, ik ben niet de enige. Um, ja, gewoon moeders die het grappig vinden, die zichzelf erin kunnen herkennen. Ook verschillende culturen, want het is niet alleen maar Surinamers. Die... Nee, want dat wilde ik vragen. Is, is die feedback, want jij zei, ik deed het in eerste instantie hè, vanuit, Surinaamse, uh, ja. uh, vanuit de Surinaamse uh, uh, le levensstijl of mijn familie. Juist. Maar je reacties, hebben die je verrast? Ja, zeker verrast. Zeker verrast, want... want... Zo uit je vel schieten, Even ja. om het zo te, zo te noemen. Dat verwacht ik wel meer bij mijn mensen. Dat zie ja. ik in mijn, in mijn, bij mijn nichten thuis, bij mijn tantes thuis, <laughs> nee. weet je wel. En dat, 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 dat andere culturen er ook op Van nee, hier is het ook zo hoor. ja. ja, 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 ja. Hier zie ik het ook zo. Dus mm -hmm. dat is wel fijn. Van oké, okay, we zijn ergens allemaal wel een ja, beetje in hetzelfde. 7, 7. En dat is ook wel mijn doel uh, met die filmpjes. Oh, je had wel een doel. Dat was niet uit boredom dat je dacht van hé. Hey. Borden begon wel met ik schuil de liefde van mijn leven naar zijn moeder. Maar uh, toen ik merkte dat mensen dankbaar waren dat ik deelde wat, ja. je, wat je doet in het moederschap. Oh, toen begon je te zien van hé, hey, wat ik het te is. Zien van hey, wat het is. En vooral, vooral, vooral van ik wil, ik wil real blijven. Ik wil het over Juist. dingen hebben die, um, die je in families meemaakt, die je in het moederschap meemaakt, mm -hmm. die je met relaties meemaakt, weet ja. je wel. Mm -hmm. Toen dacht ik van nee, dit is wel een beetje mijn, mijn, mijn scenery. En toen, ja, meerdere filmpjes van filmpjes waar, waarvan ik denk, nou deze gaat lopen, die loopt helemaal niet. Ja. En dan bepaalde filmpjes, nou, they just take off. And... En ik zie mezelf als een... Uh goede tool om te meten, want ik, ik ben een opa, ik kijk naar niks, ik druk nu op play. Dus als yes. het mij heeft bereikt, Snap, ja? dan, heeft het, dan no, heb je okay. het echt bereikt. No. Niet omdat ik speciaal ben, maar omdat nee. ik nergens naar kijk. Ja. Ik ben niet van de hype hype dingen en ik nee. kijk en het bevalt me en je zit hier. Ja. Welkom. Ja, dankjewel. Like. En dankjewel. ik ben blij dat je er bent, want het is inderdaad real, je hebt precies dezelfde vibe, ondanks je characters nadoet, die yes. dicht bij je staan, zie je jou, tenminste ik zie jouw persoonlijkheid er doorheen. Uh, ik zie het. Het grootste compliment. Ja, is dat ja. zo? Ja, vind ik een groot Volgens compliment. Volgens mij ga je er meer krijgen. Maar je moet even checken okay, hoe, nou hoe dit gesprek gaat lopen. Ja. ja. Oké, okay, lijst Ik ken je totaal niet. Nee. Tenminste, uit wat je net allemaal hebt gezegd, heb ik twee dingen gehoord. Juist. En dat is één. Je wacht op een man, dus heb ik begrepen, die er nog niet is. Ja. En als die komt, ga je hem uitschelden. Ja. Tweede is ja. single mom. Yes. Een dochtertje heb jij heb ja, gezien. Ja, een dochtertje van vier. Een heel hele. heel leuk. Ja. Nou, verder weet ik eigenlijk helemaal niets van je dan, okay. dan gewoon nadat ik uitging op vijf van hé. Hey, je loopt van meisje de, okay. of vrouw. Ja, ja dankjewel. <laughs> ik, 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 ik zie er graag bij me. Yes. Je bent er. Ja. Maar ik wil kennis met je maken. Oké. Okay. Ja? ja. En hoe ik dat wil doen, uh, is door eigenlijk je een paar vragen te stellen. Nee, niet eens dat. Ik wil een paar halve zinnen droppen mm. en jij moet ze afmaken. Oké. Okay. En dat is hoe ik kennis met je wil maken. Oh, dat is nieuw. Uh, hey, yeah. I'm original. Yes, let's go. <laughs> en, 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 en je mag ook zeggen van, je mag hem ook... Uh, cancelen van nee, deze niet. Want okay. ik ken je niet. Ik weet niet wat je wel of niet kan handelen. Is, ja. uh, wat je triggers zijn. Ja, en, en ja. Hoe gevoelig je bent. weet ik allemaal mm. niet. Nou, daar gaan we achter komen. Okay, of, yeah. of, of spit gewoon, uh, maak ze gewoon af. Juist. Zo dicht mogelijk bij jou in ieder geval. Okay, ja? prima. Zo ja. gaan we elkaar leren okay, kennen. Oké, dan ik neem een slokje. ja. Ik heb je, neem Lovella. slok. Ja. Ik kan get over de name. Hè? Ik I, love de name. Wauw. Yeah, right? <laughs> ja. wow. ja, ja, Heel creatief van je ouders ja, of he? een van ze wie dat ja, even Ja, Mijn zon. moeder, ja. Is het je moeder hield van novellas en ze nee. zei: I love novella. Novell <laughs> nee, nee, nee. Mijn moeder had een vriend, mm -hmm. een, een, een kennis van de familie, een pastoor. Mm -hmm. En die heette van zijn achternaam Lovell. Mm. En toen heeft zij er een A achter geplakt. Ik okay. heb er Rivella van nee, ja. ja. gehoord. Mooi, Je moet je vaak horen dat mensen. Jo, leuk man, je naam. Ja, ja leuk vooral. Uh, of dat ze het altijd. Je bent een van de weinigen die het goed uitspreekt. Dat is altijd Rivella oh, ja. of Ravella. Of ik weet altijd zes keer zo. Dat... klinkt als bijvoorbeeld als ik tegen mijn moeder zou zeggen: Mama, ik heb een meisje ontmoet. <laughs> vrouw. <laughs> ik heb een vrouw ontmoet. Hoe is ze? Love Ella. Breng er. Ja? Dat, Breng er. Okay, Die naam alleen al. Dan, nee, ja. nee, ik weet het niet. Zo klinkt het. Oké, okay, ja, ja. Nee, ik, uh, iedereen noemt me Lof, Altijd. Love, wow. Ja, dat ja, ze boos worden. Ik dacht dat het de bijnaam was, maar leuk. Nee, nee. Het wordt ook vaker gevraagd van, is het je echte naam? Ja. Maar het is... Het is uh... Ik wijk helemaal af van mijn idee hoe wij kennis gaan maken. Let's go. Ja, yeah, I'm gonna go to yeah. my mission. Yes. Maak de zin af. Ik spreek de zin uit. Jij maakt hem af. Oké. Okay. Wat het dichtst bij jou past. Oké. Okay. Ja? Um, en uiteraard uh, is het in de sferen van Gilly's Love Line. Hmm. Dus broed eerlijk. Broed eerlijk, en een ja. Een beetje nasty. Kan het zomaar yeah. zijn. Oh, okay. Maar niet per se, hoor. Okay. Mm. De eerste. Ja? In de fase waar ik nu ben in mijn leven, heb ik behoefte aan. En je mag erover nadenken. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Vrede. Vrede in mezelf, ja. Vrede, vrede in jezelf, ja, met jezelf? Met mezelf. Oké, okay, dat, wa dat was er, is er nog niet. Helemaal dat zoals jij graag Nu wel. Het is er ah. nu wel. En uh, daar wil ik ook dichtbij blijven. Ik merk dat. Um, door situaties die je hebt meegemaakt. merk ik dat vrede in je hart toch wel iets belangrijks is. Ik sta Het waardevol, elke... hè? Ja. En is niet vanzelfsprekend? Nee, nee. Ja. En ik sta elke ochtend, uh, ondanks mijn ochtendhumeur, vrij. Uh, uh, vrolijk op. Niemand hmm. fokt met mijn pies. Dus ik ben daar heel protectief over. Belangrijk. Ja. Ja, ja. ja. Ik ben daar heel protectief over. Mooi antwoord. Ja? Ja. En ja. van wel? Ja. 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 Dat is voor mij nu het belangrijkste. Oké. Okay. Uh, mijn slechtste eigenschap waar ik nog aan moet werken is. ik heb helemaal geen slechte nee, nergens. <laughs> mijn slechtste eigenschap waar, waar ik, nu, aan, aan, waar waar ik nog, aan moet werken, waar ik nog aan moet werken waar ik nog aan moet werken is toch um, ik ben heel erg van de vrede bewaren wat in combinatie kan zitten met conflict vermijdend oh je bent wel heel eerlijk tegenover ik, jezelf ik ben heel, heel goed dat is de, ja, ja, ja ik ben heel eerlijk tegenover mezelf geworden ja 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 ja, 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 ja. ja. ja ik, uh, ik, ik ik hou niet van conflict. Dus af en toe denk ik, laat me gaan. Of weet je wat, ik ga het niet doen. Dus ergens moet assertiviteit wel meer inkikken bij mij. Oké. Okay. Want ik ken geen... Of ik ben te assertief. Mm -hmm. Of ik denk, nou ja, laat me gaan. Mm. Dus ik zou... Ik zou um, daar zou ik aan willen werken. Tot nu toe heb ik het idee dat dit allemaal valt onder paraplu van... Uh, ik zit in de fase van mijn leven waarin ik vrede. Ja. Me, jij bent daar echt, hè? Heel heb, erg, heel erg. Dan gaan we dieper op ingaan, ja. denk ja. ik, later even. Ja. Gaan we verder. Ik zal nooit iemand daten die. Uh, in welke zin? Hé, hey, jij vult hem in. Ik vul hem in. Ik, Lofella, zal nooit, nooit iemand daten die... Nooit iemand daten die, die, die uh, narcistisch is. Ja. I've been there, though. Gezond. Dat is moeilijk. Ja, ja. Moeilijk. Nooit meer. En dat komt ook weer terug bij vrede. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Hoor je ja. dat? Never, nooit meer. Nee. Ja, ja. Eng. Trek je niet. Is, niet. is dat überhaupt te trekken door iemand? Niemand niet. Nee. Ik nee, denk, nee, ik denk als je hart op de juiste plek is, dan is het je ondergang. Ik, ik probeer mensen in hun hun te laten, ja. maar narcisten trek ik niet. Nee. En ik zit in een scene. Bij mm. de Ja? Ja. Yeah. Want in het echt. Nee, oké, okay. ja, okay. we gaan verder. Dit ik heb Dit daar gaat wel over jou. nog een paar zorgen over. over. Ja. Hé, hey. eerst ja. jij. Eerst kijk. Okay. Eerst maar okay. okay. we maken kennis met ja, elkaar, ja, dus jij mag absoluut yeah. op jouw manier. Oké. Okay. Want ik gooi nu. Uh, uh, Maak de zin af op yeah, je. Ja, dat. Gooi jouw ding op mij. Oké. Okay. We to de goodie. Yes. Maar we gaan even verder. Oké, okay, prima. Het type vrouw dat ik niet kan uitstaan is het, het type vrouw. Ik weet niet of je dit op vrouw kan gooien of op men, maar I love real. You don't like a fake bitch. I don't like a fake bitch. Oké. Okay. Ik prik ik hou van real. Ik hou van real. Daar ga je dol op mij worden. Ja. Ja, ik denk ja, het wel. Ik hou van real. Okay. Dus Ik denk dat dat gemaakte mensen mixed mice. Oké. Okay. Ja. Als ik moest kiezen mm. tussen leven met een narcist of met een fake person. Fake person all day. <laughs> We komen fans ja, van die ja, vragen maar ja, je ja. zou. Oh, Hello. Fake person. Leuk. Ja, want ik doe wel fake mee. Ze is bind Ja, ja. ja, Ze ja dingen ja, meegemaakt. Absoluut. Ja. Zeker. Ja. Duidelijk. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ik ben op mij wild, wanneer ik... Uh, uh, wanneer ik... Wanneer ik me veilig voel. Dus met mijn mensen, waar het kan. Met je eigen mensen. Met mijn eigen mensen. Uh -huh. Meer een familie. Oké. Okay. In combinatie met wat vodka. <laughs> dan, uh, dan Dat heeft toch wel te maken met veilig. Waar ja. ik niet wordt gejudged. Comfortable. En waarvan Comfortable je denkt van... Vooral, ja. je, kan, je, kan, uh, ja. je, je kan slippen, je kan ja. dom doen. Je Precies. kan gekkigheid uithalen. Ja komt goed. Ja, precies, ja. Ja, oké. Okay. En mijn team is er je team. Om, om Niet je strak team. te houden. Oh ja, de, je mensen ja, dus. mijn mensen dus, ja. ja dan, dan ben ik op mijn wil. Want ik denk, je draait zo op TikTok. Inmiddels heb je een team. Nee, nee, nee I'm still with my day ones. Oké, okay. oh, ja. okay, okay. Vooral omdat mijn oma heeft uh, 14 kinderen. Dus ik kom uit een heel grote, ja. heel grote familie. Mm -hmm. Ik ook. Dus mijn vrienden en vriendinnen zijn ook familie. Close, close. Ja, yeah. dus het is, het is close. Maar wat dus ook betekent wanneer jullie ruzie hebben. Hey. Okay. Dat betekent ook, dus, ze voelen aan als vrienden en familie. Dat. Maar het, blij, uh, het voelt aan als uh, vrienden. Ja. Maar blijf familie, hè? Mm -hmm. Ja, maar ook familie kan je uitkiezen. Ja, hè? Ik wel. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Goeie. Ik ga niet bij de rol van we zijn familie, dus we moeten close zijn. Nee, klopt. Je kan nee. ze kiezen, weet je wat je niet kan doen? Je kan ze niet scotten. Zou ik ook nooit willen. Nee, hè? Zou ik nooit willen. Oké. Okay. Ik... Maar die narcistische neef dan? Hip. Die narcistische neef zie ik op familiefeestjes. En, is <laughs> <proost>. <laughs> en dan gaan we weer verder. <laughs> ja. Oké, okay. ja. Okay, nee, leuk. We gaan verder. Yes? Als de keuze is de liefde van mijn leven vinden, maar leven in armoede. Of leven met een rijke man die niet om mij geeft, maar mij wel mijn gang laat gaan. Dan zeg ik. Je moet hem nog een keer geven. Ja, hij is lang. Ja. Yes. Dus als de keuze is. Uh, uh, de liefde van mijn leven vinden, mm -hmm. maar in armoede leven. Yes. Of leven met een rijke man mm -hmm. die niet om jou geeft, maar je kan wel je gang gaan. Volledig. Juist, ja. Ik heb hem. Um, armoede. You sure? Ja. Yeah. Very sure. Dus liefde van je leven en armoede. Ja. Yeah. En waarom zo stellig... Uh, niet om gewoon. Uh... Because I love love. Ik, ik ja? hou van liefde. We, uh, ik, hou, okay. ik hou van liefde. Dus, uh, it's all about love. It's all about love. Yeah. En dat bedoel ik niet narcistisch. Nee, 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 nee. nee. Maar ik hou van liefde. Ik heb ook veel liefde te geven. Ik, ik, ik... ik ga je meteen onder een test gooien. Oké, okay, let's go. Want jij go. zegt, je hebt mijn show gekeken, toch? Ja. Yeah. What is de slogan van mijn show? Van mij eigenlijk. Yeah, Fuck ik the show. Dit is Dit yeah, is, is mijn levenslogan. Oh, wat is je Oh. I'm a it to you. Yeah, please. If it ain't about love, it ain't about nothing. nothing. Absolutely. En zo sta ik ook echt in het leven. Yeah. Daarom yeah. spang ik me niet. Mm. Dit houdt mij staande. Ja. Yeah. Als, als ik dat vasthoud. Juist. Dat kan weinig me teleurstellen of pijn doen. Dat. Als het niet bestond uit liefde. Mm. Bye. Ja. Yeah. Absoluut. Dus met een man leven die big baller is, maar je geeft niet om. me. Ja. Nee. Nee, ik eet rustig mijn rijst met cornet beef. Lekker hoor. Oh? Spang, <laughs> by the way. Spang, by the nee, way. toch? Ja, ja, ja. Een potje kaarten en ik... Kijk, jij rijst met ei ook. Ei. Hey, en een uh. beetje tomaat erbij als er, als er is. Toch? Ja. <laughs> <laughs> mooi man, mooi. Oké, ja. oké. Okay, okay zie ik leer je kennen zie ik, ja, ik leer je leer kennen heel goed. dit had zomaar een date kunnen zijn hè? Dus als iemand dit op je had gegooid op een date had je wel kunnen waarderen toch ja daar had je mijn focus okay. absoluut je hebt of dat mijn focus yeah, oh is dat je ja ja dus hey from me to you je mag hem stelen hey <laughs> it's all about love spread the love zo That. ben ik ja <laughs> yeah. oké okay. mm. um, ik ben niet de perfecte vrouw maar één ding dat wel over mij gezegd mag worden mm. is: M mijn loyaliteit gaat gaat heel ver. Ik ben eens of het gezond is. Ik ben loyaal voordat ik loyaal moet zijn aan een man, zeg maar. maar ik, je kan van mij op aan. Loyaliteit is het eerste wat je biedt. Ik heb geleerd om het niet zo snel te geven. Inmiddels. Inmiddels, ja. Ik gaf, ja, ik heb geleerd om het niet zo snel te geven, omdat een man moet loyaliteit verdienen. In ja. de zin van. Ik, ik hoor nu omheen van je kan ook met meerdere mannen daten. Want je bent aan het daten, je bent mensen aan het leren kennen. Je bent single, dus je kan doen wat je yes, wilt. Dus ja, ja, en dat ken ik niet. Als ik met jou deed, deed ik met jou en we kijken waar het naartoe gaat. En, ja, ik, en dat is een pluspunt en een minpunt. Maar nu ik ouder word, heb ik iets van. Eerst even leren kennen voordat ik je. Een bepaalde loyaliteit geef. Um, dat, dat, ik, ik hou je heel hoog. Ik denk dat dat ook een. een, een... Mag ik iets zeggen? Ja. Want. Ik probeer te lezen. Hè? Juist. Want je hebt al een beetje gegeven mm -hmm. en ik hoor allemaal leuke dingen, by ja. the way. Ja. Dingen die mij als persoon echt. Ik zeg ja, yeah, I love it. Yes. Goede eigenschappen. Ja. En ik zie ook verscholen mm -hmm. dan waar uh, dat als je niet het niet voor de juiste persoon doet, mm. waar het jouw downfall kan zijn. Ja. Terwijl als het de juiste persoon zou zijn, mm -hmm. zou jullie één blok zijn die niet te Klok. killen zijn samen. Ja. Dat is wat ik hoor. ja uh, Ik wilde wat zeggen en ik wilde iets goed zeggen. Mm. Maar uh, ik, ben zo, ik vind het zo leuk wat jij allemaal zegt. Oké. Okay, ja, 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 nee, ja. Nee, nee, omdat het lijkt, ik, het lijkt heel veel op mij. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar dat betekent dus... Dat jij die loyaliteit, jij bent teleurgesteld. De keer dat jij je loyaliteit gaf, tot nu Absoluut. toe. Absoluut, ja. ja. En dat is, dat is jammer om te horen. Want loyaliteit ja. is iets, is niet vanzelfsprekend hoor, dat nee. elke meid dat geeft. Ze zeggen het, mm. maar dat, ik hoor dat jij, wat jij daar zegt herken ik. Oké. Okay. Ik, ik wil het niet uitspreken, yes. want er is een beeld van mij. Ja. Uh, uh, uh. En een onterechte beeld, bij de way. Vaak wordt er gedacht van, oh hij is een player. Nee, hij is geen player, hij is single. Maar wat ik uh, uh, herkende yeah. uh, in wat jij zei, ik ook. Ja. Yeah. Als ik bezig ben met een persoon, in mijn single zijn... Je juist. kan ik me alleen focussen op één persoon. Oogkleppen, ja. Ik kan niet en met die chatten weet en met die, die bellen, ondanks mag. ik single ben. Ja, klopt. Ja. Maar, maar jij, jij wil dat niet. Nee. En weet je wat dan gebeurt? Dus jij denkt, jij bent in een single-flow. Juist. Maar het, het heeft meer de uh, uh, like of relatieachtige ja, instelling. Ja, altijd. Heb ik, heeft iemand me uitgelegd. Ja, klopt. Toch? Ja, want, want je, je bent in je single flow, maar is een, is een gedrag van een mm -hmm. single. Want wees single. Ja. <laughs> ja, ik ken dat niet. Nee, toch? Nee. Ja, nee. Je ken, maar jij kent dat niet. Ja, ik ken dat wel, maar toch focus ik op Eén persoon. één persoon. Ja. Om het beste uit dit Aha. moment te halen. Whatever het is. Als we nou voor live blijven. Of, of het nou eten. een maand duurt. Ja. Een week of Precies. een one night stand. Je wil het beste ja. uit het moment halen. Ja. Dus ik herken dat. Ja, ja. Ik zou wel willen leren om met meerdere mannen te kunnen daten. Ja. Omdat je nou Heb je zien... het in je? Sorry? Heb je het in je, denk je? Heb je het in je? Ik, ben, nee, ik denk het niet, maar ik zou het wel willen leren... omdat je dan kan kijken van, hé, hey, dit trekt me aan in die man. Hé, hey, ik wist niet dat ik daarvan hield als een man, daarvan, als een man dat bezit of whatever. Ja. Of het in me zit, ik, ik denk het niet. Kijk, het heeft ook te maken met, ik, ik kom uit de kerk. Okay. Uh, ik ben geboren in de kerk. Uh, mijn ouders zaten in, en ik bedoel kerk, kerk, je weet toch? Elke mm -hmm. zondag strak. Mega naar bidstond bijbelstudie, noem mm -hmm. maar op. In, als kind in de kerk. En daar word je ook geleerd. Mijn ouders waren 16 jaar samen. Je lichaam is het tempel. Het is dus niet voor iedereen. Bla, bla, ja. bla. En door de jaren heen ben ik wel, is het altijd bij me. Ik kan mijn lichaam ook niet makkelijk geven aan een man. Dus op dat gebied, soms baal ik ervan. Denk, ja. Als je om je heen kijkt, hè? Ja, nou, dan denk ik hoe, hoe vrouwen soms kunnen genieten, weet je wel. En ja. Vanavond die en fuck it en ik leef en noem maar op. En ik moet maar eerst daten. En ik moet je eerst zo lang kennen. En daarna ja. Waardoor je constant in de relatie zit. En als je geen, re, geen relatie hebt, dan ben je gewoon. fucked. Or not. Letterlijk. Of juist niet. Ja, of juist, dat, juist niet. heb je wat ik bedoel? Dus dat is. Dat, ik zou het wel willen leren. Of het bij mijn karakter past, dat, kan je dat niet zeggen. Ik heb het nog nooit gedaan. Mm -hmm. Dus um, dat. Dus jij weet niet wat een one-night stand is? Nee, nee, ik weet niet wat een one-night stand is. Good for you. Good for nou, you. Eerlijk... Nee, want kijk, jij zegt je kijkt om je heen en je zegt je zou dat willen. Ja. Alleen die dames delen niet eerlijk met jou. Ondanks jij, het zijn mensen, jij, yes. jij rolt met mensen uit je Sunny. Ja. Maar wanneer mensen alleen zijn, zijn ze alleen, hè? Ja, maar tegelijkertijd. Wanneer ze alleen hoor met zichzelf ook... zijn, zijn ze ja, alleen met zichzelf. Dat is waar, maar ik hoor ook vrouwen die heerlijk kunnen genieten van een one-night-stand. Ja. Dat hoor ik ook. Ja. Voor, voor, voor mijn leeftijd ja. ik, heb ik. Weinig seks. Omdat ik dus niet doe aan een... Ik heb wel een tijdje een, een scharrel of sex slash fuck buddy gehad. Ja. ja. Die shit is zakelijk. Ja, daar mist toch iets, Uiteindelijk, Uiteindelijk mist je iets. Ja. Er komt geen genegenheid bij kijken. Mm -hmm. Je kent de routine. Je houdt ho van, van kroelen, hè? Ah. Oh. <laughs> My love language is affectie. Maar hoe lang ben je vrijgezel dan? Want dit klinkt... Ja, je praat alsof het niet heel lang is dat je niet in een relatie zit. Oh nou, jawel, want mijn, ik, kijk, bij mij is het anders, want er is een klein kindje in het spel. Juist. Dus um, uh, ik ben nu, ik noem het vier jaar gezellig. Er zijn tussendoor wel twee, twee niet serieuze kandidaten geweest, waaronder de narcist en de vakbari. Oh. En um, dat heeft me wel, ik ben nu, laat me het, zeggen, laat me het zo zeggen, ik ben nu an, een jaar à anderhalf jaar in mijn vrede en in mijn rust, van weet je. Juist. Laat mij maar even. Ja. ja. ja, ja, dat, ja. dat heb ik wel. Ja. 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 Nee. Ik zit naar je te luisteren en ik denk. Dus niet dat je liegt natuurlijk. Nee. Uh, 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 maar ja, ik denk. Als dit allemaal waar is, dan ja. is het heel mooi. Dan wil ik bijna. wil ik je zeggen, bewaken van. terwijl ik totaal niet de recht heb om dat te doen. Juist. Yes. Maar toch wil ik zeggen. Blijf alsjeblieft waar je bent en stap niet in die, want je bent goed zo. Je verhaal is ja, prachtig. Ja, je verhaal is prachtig. Ik wou, ik, ik wou. Ik, wow. Dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat je met, een keer met een dame praat die dit zegt, zo, nee, want ik wil, is, is moeilijk ja, hoor. Ik weet wat het vaak is met mannen, als je zo. Alle mannen die me horen in het begin, het is prachtig en mooi hoe je denkt. Dat en, is waar. Snap je? En, ja, en, ja, ja. En, en, en ik merk dat ik wel bij mannen heb, ze willen me graag winnen omdat ik dan anders ben. Kijk, ik doe het niet voor de show om een net girl te zijn. Wat ik zeg. Van tijd tot tijd zou ik echt willen dat ik gewoon los kon gaan. Ja. Dat zeg ik je eerlijk. Maar het, het, het is vanuit, vanuit. Wat ik zeg. Vanuit mijn opvoeding is het meegegeven. Dus je krijgt dat er gewoon niet makkelijk uit. Maar. Ja, ik. Ik, ik ben wel heel erg. Ik hou van hoe ik ben. Dat wel. Goed zo. En wat ik met mannen meemaak, laat ik bij hun. Mm -hmm. Ik blijf geloven in de liefde. Ik vind het het mooiste wat er is. Ja. Ik word niet verbitterd door wat mannen mij hebben aangedaan of zo. Mm -hmm. ik, ik vergeef snel in de zin van, zodat je het kan loslaten, weet je wel. Ja. Forgiveness set free. En dat, dat, dat doe ik ook echt. Mm -hmm. um, dus, dus op dat gebied hou ik er ook van hoe ik ben. Alleen nu ben ik wel op een leeftijd van... oké, okay, mijn standards zijn weer terug naar sky high. Kom correct als je bij mij komt. Oké, okay, Want ik weet toch wat wel. ik heb te bieden. Ja, je absoluut. Je hebt de narcist gehad, de folkbody was een momentje. En was goed, hoort erbij. Oh, heel dankbaar. Om jezelf te, te leren kennen. Oh, heel, ik zou het niet... Op het moment was het verschrikkelijk, maar ik zou het niet ja, willen Ja. Maar waar je nu bent, zeg ik oh. van oké, okay, ervaring. Ja. En nu weet ik van... No. Yes. Ondanks je wil slippen in een soort single type life die je om je soms, heen ziet. Soms, soms, soms kriebelt het een beetje, ja. weet je wel? Dat je nou, denkt van... Ik weet niet wat staat met mannen, maar ik zeg jou eerlijk. Wat je hier zegt mm -hmm. en presenteert is... Laten we het niet zeldzaam noemen, want er zijn meerdere vrouwen zo. Absoluut. Alleen ik persoonlijk kom ze niet vaak tegen dat ze het zo verwoorden zoals jij het zegt. Oké, okay, ja. Uh, maar je hebt iets goeds gezegd. Ja. Mannen zeggen dat te willen, maar wanneer ze het hebben weten ze niet ermee om te gaan. Dat moet ik uh, toegeven als ja. ik om me heen kijk. Ja. Ik ga mezelf hier niet promoten. Ik ga over anderen praten. Juist. Ja. Uh, want ik zou er wel mee om kunnen gaan, namelijk. Hoe weet je uh, dat? Omdat ik leg je net uit dat ik veel herken. Juist. Dus ik weet hoe waardevol dat is. Want ja. omgekeerd. Juist. Omgekeerd. Uh, uh, de, uh, magne, en maakt niet uit qua leeftijd. Want ik merk dat ook zelf. Uh, Oudere chickies meegaan met de flow van tegenwoordig. Ja. O, zelf oudere vrouwen kunnen beïnvloed raken mm. door alles wat ze zien op televisie en, en op internet. Oudere biggie 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 biggie, biggie biggie, biggie ja. Ja. kunnen gewoon beïnvloed raken absoluut. door bullshit. Ja, hoe ze zich opstellen en shit, hoe, ze, hoe ze denken. Ja, maar het wordt van alle kanten als je naar de programma's kijkt die tegen uh, ja. die ja. tegenwoordig. Oké, okay, nee, als je gemaakt. jong bent is één ding, maar als je dan uh, 30, 35 richting 40 ja. gaat, dan zou je denken van Jij bent niet te beïnvloeden door dat soort. Maar ook. Ja, absoluut, daadwerkelijk. Ook. En daarom gaat mijn mind af en toe naar je. Dus da en daarom zeg ik wat ik zeg. Dus ik herken dat, want uh, ja, natuurlijk. Ik hou ook van snoepen. Mm -hmm. Ik weet wat een one-night-stand is. Dat geloof ik meteen. Ja, ja, maar waarom geloof je dat meteen? Nou, ik, wat, wat, ik, wat ik. Hoe ik jou dan een beetje lees. Ja. Is die babbel toch? Ik okay. denk dat jij wel snel. Door je babbel. De vrouw zegt van hé. Wat, 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 hij praat leuk. Hij praat gezellig. Maar praat... ik lust ook niet alles. En daarmee bedoel ik. Qua persoonlijkheid. Ik trek ook niet alles qua persoonlijkheid. Ik vergeet ik looks. Je... Dat betekent van, misschien heb ik die babbel. Ja. Dat betekent niet dat ik hem inzet bij uh, makkelijk elke kandidaat en dat ik gewoon een babbel drop en daarmee iets doe. Ook niet doet. vroeger in je jongeren? Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja maar hé, hey, we met me? Nee, met we hebben ja, het niet nee, over een ontwikkeld zijn. We, we gaan weg. terug? Ik dacht, we hebben het over nu. Nee, we gaan terug naar. Dan ga ik ook terug bij jou. Ja, maar dat mag. Ja, dat mag zeker. Oh, nee, ik dacht, we het over. Nee, zo goed. Nee. Ja, hey. Nee, vroeger uh, inderdaad. Daar ik, geloof het, meteen. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Maar nu? Ja, oké. Okay, we hebben het over nu. Maar ja. nu zoek ik ook iets solid. Iets, niet zoek ik. Nee. Als ik een vrouw ontmoet. Nee. Want nu lijkt het alsof ik bang ben om te zeggen. Uh, het woord zoeken. Ja. Dat is absoluut niet het geval. Ja. Ik wil alleen zeggen. mocht ik in een encounter komen mm -hmm. met elke vrouw. dan kijk ik wel naar bepaalde dingen. Ja. Because nobody got time. Hey. Ik bewaak mijn energie. Dat. En uh, 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 ik uh, had een discussie over met een vriendin van mij. Mm -hmm. Ik ben liever alleen hey. dan verkeerd met iemand anders. Dat al en alleen zijn is niet goed. Maar ik persoonlijk ja. trek niet een verkeerd persoon. En daarom, ik ben het niet eens met alleen zijn is niet goed. Want wat ik, hoe we begonnen het gesprek is mijn vrede. En ik heb alles al geprobeerd, ja, <laughs> snap je? Ja, ja, ja. Ik ben gaan settelen voor minder. Ik heb ja, gekozen nee. voor de narcist. Ja, ik ja. heb gekozen voor een losbandige toxic ja. ik ben En, ik, ik, en ik, waarschijnlijk was het niet eens zo losbandig, maar voor jou doen... Voor mijn doen was, was het losbandig. Was, het, losbandig, was het, buiten, het buiten wat ik gewend ben, omdat ik ook niet steeds in een relatie wil zitten. Ja. Je weet het, toch? En dit begon heel, heel, dit begon heel erg... Um... Wat vind je van jouw keuzes in mannen? Uh, mm. Dus nu jij zo bezig bent met yeah, jezelf, yeah. vrede, yes. dan neem ik aan dat je ook nu aan het kijken bent van. <laughs> nou, weet je, I, I love the black man. I okay. love, love, love the black man. Oké, is een beautiful thing. Ja, echt waar. Ik, ik vind het de most sexy man walking this earth. Echt, is een beautiful thing. Ja. Ik vind dat de black man een bepaalde struggle meedraagt. Die ze meekrijgen vanaf geboorte, just for being a black man. Weet je wel? Juist. Um, ik hou van de stoerdere man. Beetje brutaal, een beetje babbel wat je zegt, weet je? Een beetje babbel en noem maar op. En dat zei jij, by the way. Ja, ja. Um, dat, dat, dat zei dat jij ik gezegd, over mij. Ja, 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 ja. klopt. Mm -hmm. um, en ik hoor ook dat er heel slecht wordt gesproken. Weet je, mijn nichtje zei laatst tegen me: um, Nas, dat is iets nieuws. Nas, nas. Ik zeg wat betekent dat? That? Niggers ain't shit. Oh nee, dat, is niet dat, is dat hebben ze een woord van gemaakt. Okay. Nas. Ja, dat hebben ze nas gemaakt ja. van niggers en shit. En dat er heel slecht wordt gesproken over, over de donkere en allemaal gaan vreemden en allemaal dit en dat en noem maar op. Ik, ik ben op een gegeven moment research gaan doen in de zin van ik ben bang dat wat ik zoek in een stabiele relatie, dat het niet mogelijk is. Omdat bij de donkere man, we komen, allemaal, we komen merendeels uit gebroken gezinnen. Mm -hmm. In onze cultuur was het in de jaren 60, 70 meer dan normaal om een buitenvrouw te hebben. Mm -hmm. Vreemd gaan is geen big deal. Het hoort erbij. Het is, het is meegegeven op generatie van generatie. Dus, mm. En wat ik zeg met mijn loyaliteit: ik ga niet vreemd. Ik ga ook niet een beetje vreemd. Mijn flirt gaat tot een bepaalde grens. Ik haal mijn kerel ten alle tijde hoog. Je zal nooit van mij horen: van nou, hoe ze zich gedroeg leek. Alsof ze vreemd. Nee, je leest van mij af wanneer ik een partner heb. Ik ben gezellig met je. En ik maak grappen waardoor we een leuke klik hebben. Maar. En dat. Dus ik zit in twijfel in. Ik wil. Een ik heb er toevallig laatste TikTok over gemaakt. Was grappende wijs. Maar ik wil een stoerdere man met een bepaald verleden. Die zich ontwikkeld heeft naar een bepaald type man nu. En dat, dat bestaat waarschijnlijk niet. Ik heb een relatie gehad um, met een blanke man voor drie, drie à vier jaar. Gekondoleerd, man. Grapje. Grapje. Ik, ik maak dat grapje. Ik maak dat grapje. Omdat nee. ze zo erg de blackmail aan het promoten was. Ja. En drop ze opeens nee, die. Was nee. een grapje natuurlijk. Ja, was nee. een grapje. Ik vond hem erg ontvoerd. Nee, maar. Ik, ik, ik blijf wel geloven in. Ik, ik wil gaan voor mijn team. Maar wacht even. Was dat, was dat na al die teleurstellingen dat je zegt van. You know what? Jim. <laughs> Uh, nou, in alle eerlijkheid. Nee, Jim is niet goed. Ja, nee, wat, wat gaan we doen? Tijn. Dat! Juist. <laughs> nou, in, in alle. Maar daar mis ik dan ook wat. Ja, ja, dus dat, ja. ja. Je wat Omdat ik je bedoel, eenmaal. Omdat eenmaal. Oh, dat is e mijn type. Maar ik, over mijn dead body, dat ik iets begin met een bepaalde. Faka taka. Ik, ik, ik. ik maar ik wil wel wat zeggen. Ja. Want ik weet dat je dat niet zegt. Alleen de manier hoe je het hebt gezegd. Uh, misschien moet daar iets meer worden, uh, bij worden gezegd. voordat het verkeerd wordt begrepen. Mm -hmm. Want ik begrijp jou wel. Mm. Oh, want jij, je kwam met. Uh, en dat is true. Over het verleden. Ja. En buitenvrouw en dat soort dingen. Yes. En hoe je de black man uh, uh, adoreert. En ja. voor de black man wil gaan. Uh, maar dan lijkt het alsof je wil zeggen. Die gasten gaan eenmaal vreemd. Nee, niet per se die gasten gaan eenmaal vreemd. Ik geloof 100% dat ze bestaan. Maar daar zijn ze niet met mij. Ja, ja, ja. ja dat is beter. Ja, snap je? Dat is beter. Want Nee, nee, daarom. En ik weet dat je dat niet wil zeggen. Maar nee, daarom, nee, 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 nee. ik weet dat mensen kijken. En soms moet je dingen verduidelijken. Absoluut, dank je wel daarvoor. Nee, ik weet ja, ja, ja. dat ze bestaan. Ik weet dat je dat niet zegt. Maar ze, je, je, maar je moet het waarschijnlijk overal. uitspreken voor de zekerheid. Juist. Maar dit is die tori. Want nu ga ik het recht trekken en laten zien dat jij dat niet bedoelt. Ja. Want, uh, uh, want jij bestaat ook, wat je yeah. omschreef. Hey, ik ben loyaal, ik ben dit en zus en zo. Ik ga, en er zijn ja. mannen die precies zo praten. Luister, die Black Queens van nu, ik hou van ze, maar mm -hmm. tegenwoordig ze te ja, zoeken alleen. Ja, ja, ja. Terwijl ze het ook niet zo bedoelen. Precies. Maar is meer misschien, uh, je hunkert zo erg naar iets. Ja. Dat de teleurstelling, je woorden, uh, uh, je teleurstelling gunt het niet. Je uh, uh, genoeg uit te drukken. Gelukkig ben ik er. En, we en weet ik waar jouw aard is toevallig. Door yeah, dat it's... klein beetje wat je hebt gegeven. Yeah. Uh, want het begon met props. Absolute. Maar sommige mensen luisteren niet goed. Mm -hmm. En daarom wil ik dat nog even dropje yeah. hier. Uh, want ze zijn er. Ja. Yeah. Uh, uh, ze zijn er. Absoluut. Uh, en don't get me wrong. Ik weet dat ze er zijn. Ik geloof er En, en, en hoe weet ik dat? weet ik, ik ben Dougla Dougla. Yeah. Ik ben een trotse Ingi. Mm. Maar ik ben ook trots op die blakka man die ik mm -hmm. heb. Beide. Ja. En, ik ben, en daarom zeg ik, ik zeg nooit half half. Ik ben honderd dit en honderd dat. dat. Juist, ja. Er zitten een paar andere dingen in verscholen, maar ja, die tel ik niet mee. Nee, klopt. Niks mis mee, maar dit is wat ik represent. Juist. Ja. Uh, maar toch durf ik te zeggen, er zijn ook mannen net als mij heel veel. Mm -hmm. En die om, om hun eigen redenen, en jij ook om je eigen redenen, zeggen van... You don't allemaal all whole back. Ja. En guess what? Dan ga je ook niemand ontmoeten, hè? Dat? <laughs> Want jij bent niet daar. Nee, klopt. Als je naar de club gaat... Uh, alleen het idee van de club al. Mm. Grote kans dat je iemand tegenkomt die daar komt met van... Hé, hey, ik wil iets graben vanavond. En ook meids hè? Ja. Meids gaan ook op ja. pad van... Uh, uh, Vandaag wil ik iets. Whatever. Ja. Niks mis mee op zich. Wanneer het wel uh, een beetje moeilijk wordt voor je... Is als je... Zeg ik dan, hè? Mm -hmm. Is als je met het idee vertrekt van... Yo, ik zoek een goede man... Of ik zoek een goede vrouw. Ik ga naar de club. Kijken naar een goede. Niet dat daar geen goede man of goede vrouwen zijn. Ja, maar... maar het is niet de setting nee, ervoor. Nee nee nee, 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 nee. Dus als je echt zo daar staat. Goeie ja. man, goede ja, ja, ja. vrouw. Goeie man. Goeie <laughs> vrouw, goeie man goeie... Moeilijk. Moeilijk, hè? Ja, mo ik denk, het zijn echt wel leuke relaties En nogmaals, goede vrouw, vrouw ja, ja, ja. goede man vind Bij je overal. Zet, ik is... zeg alleen. Ja. Ja. Ik weet niet wat ik zeg. We praten gewoon. Ja, klopt. ja, ik luister. Nee, en ik ben heel blij dat je het eventjes anders voor me formuleert. Want ik geloof er absoluut in. En ik heb nu ook een keuze gemaakt van... Ik zet al niet meer voor minder. Ik weet wat ik leuk vind. Ja. En wat jij zegt, ik of liever alleen. Of, of, of het, ik kan niet meer settelen voor minder. I heb je gedaan en dat is goed? Dat is goed? Ja. Oké, okay, ja, ja, ja. 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 Ik heb het, nee, maar het is, het is bijna niet aardig om te zeggen tegenover die persoon. Hè? Want ja. ik heb het ook gedaan. En ik wil niet zeggen settelen voor minder, omdat ik niemand wil beledigen. Maar ik heb ook. Ik, ben ik op... heb gezetteld voor minder en ik zeg het hardop. Ja? ja? Die narcist ja. heeft met je gedaan, nee, hè? Ik heb gezetteld, nee, maar niet alleen die narcist gewoon ja, die one night stand, up nee, die nee, die uh, nee. fuck buddy. Fuck buddy, maar ook gewoon. Um, um, maar dat niet was niet jij. Dat zijn. was niet jij. Ja, 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 ja toch ja, ja. Niet alleen willen zijn en weten van binnen van, nou, oh, dit is hem eigenlijk niet, maar ja, het is toch fijn om iemand te hebben. Ik heb eigenlijk, ik ben niet met veel mannen geweest, ja. maar. Um, Net als veel. Hoeveel relaties heb je gehad? Dus je, je, Echt, want je, je, een, even. even die narcist en die die tel ik niet nee, als niet relaties. Te, nee, nee, nee. Ja. Want jij lijkt me een relatievrouw, ja, wat je hier absoluut. uitlegt. Hoeveel relaties heb je gehad? Uh, vier. Vier serieuze relaties. Dus het eerste vriendje waar je drie jaar mee blijft. Ja, Daar was ja. ik drie jaar mee. Dat was mijn. Uh, ja, gewoon eerste relatie. Jeugdliefde, om het zo maar te zeggen. Ik ben met alles laat geweest, dus ik was. was, was Drie jaar met hem. Uh, daarna kwam je echt, uh, de echte man het tegen. Weet je. Tweede, huh? het, het is altijd die het tweede. hè? Het is altijd die tweede. altijd die tweede, ja. die echte man. Ja. <laughs> ja. Dat, dat, uh, maar hoe lang duurde die? Vier jaar. En daarna uh, een relatie van anderhalf jaar. Die vrij zwaar was. Ja. Uh, en daarna de vader van mijn kind. Dat was mijn laatste serieuze relatie. En geen... En geen één was helemaal gezond, ook door mij niet. Hè? Want ik ga niet heilig boontje spelen. Ik heb echt wel mijn, mijn issues gehad met. Uh... Maar hoe valt dan zo'n vrouw die uh, loyaliteit als basis neemt? Mm. Die ook zegt uh, conflict uit de weg liever te willen gaan. Yes, hoe, ja. hoe, hoe komt zij steeds terecht in toxic relaties? Wat is jouw aandeel? Laten we dat eerst naar boven halen. Ik denk dat we terug kunnen gaan naar die ABS toch wel daddy-issues. Oké. Okay. Op een gegeven moment nadat mijn derde relatie niet werkte... ben ik door het middel van therapie wel gaan kijken van... Hey. Wat ik wist... Maar hoe werkt dat tegen jullie relatie dan? W wat werkt tegen? Nou, ik heb dus geleerd dat ik... omdat ik dus een bepaalde band met mijn vader heb... Mm -hmm. ga ik altijd voor de bekende weg. Ik, ik heb nooit echt een hele goede band met mijn vader gehad. Ik heb altijd ja. een bepaalde vorm van liefde gemist bij hem... En dus ik ga altijd, um, de bekende weg wat ik ken qua liefde is onbereikbare liefde. Dat ken ik. Dat gevoel oh, ken ik. Dus dat daar, is, daar ga zit ik voor kiezen. In. Ja, dat is, ja. Mijn, dat is mijn comfortzone. Een man die niet helemaal voor me gaat. Een man die het niet helemaal is. of Weet je wel, dat, ah, dat is wat ik ken. Dus dat is wat je opzoekt. Dus dat is wat ik opzoek. Hmm. Dat Get yourself some therapy people. Is echt, ja, ja. Het was mindblowing. blowing. Ja, ja, ja. Ik dacht van: oké, okay, ja, dat klopt. Dus daarom kwam ik steeds in die situaties en koos ik voor die type mannen. Mm -hmm. Omdat dat is de liefde die ik ken vanuit, vanuit de wieg, zeg maar. Juist. Oké. Okay. En door middel van, van met iemand praten en die dat aan je uitlegt, ja. uh, waar het misgaat bij, bij, bij uh, hoe noem je dat? Bij je kus? Nee, bij je, bij je kleine kind. Het, 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 het kind in je. Ja. Weet je wel. Toen werd alles heel duidelijk van oh, en dat klopt. Mm. Dus dat, voor die type mannen ga je dan. En ja, dan kom je. Dan maak je veel mee. Ging je toch? Ging. Inmiddels? Ja, absoluut. Want ging, uh, ging, je ging. bent in, ja. in een fase van ja, vrede. Ah, en, en wat je hier zegt, dat vind ik altijd belangrijk, is je hebt het door. Je bent er bewust van. Absoluut. En dus nu nog aanpakken. En daar lijkt je ja, nu te zijn, ik, als ik, ik het goed begrijp. Bepaald, ik vertoonde bepaald gedrag bij die type mannen, ja. waar ik totaal niet trots op ben. Ja. Um, maar ik wist wel van binnen en mede door mijn moeder: van, dit is niet wie ik ben. Maar wat was je gedrag? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat was je gedrag? Um, Soms, uh, uh, vaak. Nee, soms, ja, soms in het agressieve. Jij moet het leuk maken, jij moet het gezellig zijn je ah. niet doet. Uh, Toxic. Ik was zeker ook op een bepaalde manier oh, toxic. Oh, toch wel agressief? Ah, absoluut. Ondanks je het conflict wil ontwijken, ja. kan er toch wel agressiviteit tevoorschijn komen ja. als je comfortabel genoeg bent uh, met nou, een man. Ik ben een hypocriet, want ik doe het bij mannen waarvan ik zeker weet van jij doet me niks terug. Oh, echt waar? Ik moet wel eerlijk zijn. Ja. Okay. Dat wel, als ik het kon maken, ging ik het. Oh, het ja. opzoeken. En dan heb ik het nu over toen ik 19 was, hè? Ja, ja, ja. Mijn tweede relatie was ik degene die, die meer abusive was. Mm -hmm. Omdat, ja. ja, jong ook gewoon. Je ah. uh, was een man geslagen. Mm -hmm. Ben je wel eens geslagen? Uh, ik, heb, ik heb, ik ben wel eens... Uh, ik ben pas op latere leeftijd geslagen. Ik heb, ik heb mijn partners, mijn ex-partners vaker geslagen. Ja, dus dat was daarvoor dat uh, okay. Voor de, ja. de mannen die ik sloeg zijn nooit agressief naar mij toe geweest. Ja, ja want en... je legt hem net uit. Ja. Je koos ook uit. Je schatte ze is oké. Die gaat naar Ja, <laughs> ja, ja. ja. Ik. Uh, en, en pas later uh, ben is, dat gebeurd? Ik, is dat bij mij gebeurd. Okay. Ik begrijp dat dat twee, twee dingen los van elkaar zijn ja. hoor. Maar ik vroeg, ja. het, ik vroeg het me gewoon af. Maar tegelijkertijd was de man die mij heeft geslagen. Was ook een spiegel voor mij van het gedrag wat ik heb vertoond bij mannen. Oké. Okay. Toen, toen, ik, toen, ik, toen ik geslagen was, was ik al een stukje volwassener. En had ik ook zoiets. Ik had namelijk een ex-vriend, om het even goed te zeggen. En daar was ik agressief naartoe. En die zei: Echt echt gedraag je man? Mm -hmm. En nou, ah, offended. Ja, <laughs> Wat doe je ja, <laughs> Praat met me, praat normaal. Ja, het, maar toen was je nog niet daar. Het was ik helemaal niet daar. En alleen nee. maar gekwaad worden en noem maar op. Ja. En uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. Door mijn agressiviteit. Mm -hmm. En toen kreeg ik klik van... Hé hey, luister, je kan een leuk kopje hebben. Maar ja. je gedrag is lelijk man. En je gaat, dit ga je niet worden. Ja. Dit is niet hoe je gaat zijn in life. En toen ben ik tools gaan zoeken. Van hé, <laughs> hey, leg maar uit waar het bij mij misgaat. Want ik wil niet... Um, nou, ik wil niet dit gedrag vertonen. En toen ik dat had geleerd, toen kwam ik een man juist tegen die ja. het gedrag van mij had. Uh, uh, Waardoor ik zoiets had van, uh, gedrag, man. je weet toch? Ik ging in die rol van praat normaal, omdat ik het geleerd had. Het komt dan zeg maar half gepland eigenlijk. Want jij gaat eerst meten en zeggen ja, yeah. I Dus het is ook een beetje ja, manipulatief. Nou, het was manipulatief, maar yeah. ook gewoon het type man. Kijk, sommige mannen zijn op van, ik sla geen vrouw, never, nooit, niet. Ja. Yeah. Ik kan uh, sowieso, maar ik ja. kan best wel een reden bedenken om een vrouw een baks te geven. Hoor. Ja? En dat, ja, stel je voor dat iemand jou, een vrouw, jouw kind iets aandoet. Ja, dan. Ja, dus ja, is ja. Wel... Er is best wel een reden te bedenken. Er is best wel een reden te bedenken om iedereen een klap te geven ja, of stoot ik of iets. Weet niet of ik, het, ik, ik denk als man zijn de beter in alle tijden fysiek sterker dan ja. een vrouw. Dus het begint dan oneerlijk. Ja, ja. ja, nee, nee, ik... sowieso. Maar dat is een extreem geval. Ja. Als iemand je kind iets ja. aandoet, dan vervalt alles natuurlijk. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja. Dat, dat snap ik wel. Maar ja. ik denk, ik blijf wel. Een vrouw kan je fysiek niet. Nee, aan, dus maar natuurlijk. Het, je zou het niet eens moeten willen om juist, een vrouw. Het ja. scenario wat jij schetst natuurlijk niet. Nee. Ik zou dat niet eens kunnen. Dus als, als ik jou een paar weppen geef uit woede. Want je bent te laat thuis en ik. Uh, 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 is dat een reden? Nee, nee, oké, geen reden. Ik geef, geef, <laughs> ik geef een reden. Hey, je bent streng. Ja, nee, 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 nee ik, ik zeg geef, je eerlijk, nou, ik, geef, ik raak er een, een beetje opgewonden van van het idee. <laughs> <laughs> ik Geef nu een reden van toen ik 19 was. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, oké, okay, laat me niet de macho erover doen, maar ik moet toegeven, ik heb een onderbuikgevoel die zegt: shit, wie is die suffen? Nee, no judgment. Maar, um. Nee, 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 I'm gonna wat correct you, vraag? Vraag. want het is geen suffen. Nee, is het niet, lieve had, jongen. Nee, maar. Correct, nee, het, nee je hoort geen. Ik slaag geen vraag. Nee, maar wat wel true is, weet je wat ik wel heb meegemaakt, uh, waar een meid te wild deed. Ja met haar doel om het maar uit me te ja, halen... Ja, ja, dat mag je. Dat maar, ik maar. Haar in... nee, 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 check. Waar zij het uit wil halen, omdat ik... maar, misschien heeft ze dat meegemaakt bij een vorige vriend... Yes. of ik weet niet wat haar yes. fucking issue is. <laughs> ja. Maar zij wil dat uit me halen, merk ik. Ja. En voor mij, wat zij niet doorheeft... dat ik denk, jij weet niet dat wij klaar zijn met elkaar op dit moment. Dat, dat weet jij ja. niet. Ja. En wat ik dan doe, dan, dan, dan duw ik je weg... sluit ik je op, loop ik weg, ja. alles... Precies. En je ziet me nooit meer. Yes. Want misschien dacht jij dat dit een moment was. Ja. Dit is inderdaad een moment, maar mm -hmm. het is het moment waarbij wij stoppen. Dat. Want als jij dat uit me kan halen, dan moeten ja. wij niet samen nee. zijn. Nee, en ik denk ook dat, dat dat. Nogmaals, de verhalen waar ik nu over praat. Ik vind is, dat je daar moet stoppen, daar, vind ik. Per direct. Ja, toch? Jij was er dan zelf zo eentje, maar als je nu terugkijkt, dan moet de man zeggen van nee. nee want nee. het is toxic. En, en een van die relaties heeft dat ook abrupt gedaan. Voor jou, oh ja, doet ja. Zie je? Klaar. Uh, en ik had hij bewaakt staan. zichzelf. Ja, ja, ja. Heel ja. laat. Eens. Ja, 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 ja. En dus jij dacht wat ik net omschreef, van nee, maar het was maar een moment. Het was maar een hij, en moment. hij dacht, ja, het is het moment waarbij we stoppen. Ja. En maar het heeft me ook echt meteen straight gezet. En was het de good dude? Het was, een, het was een... Die dat in ieder geval niet verdiende. Weet ik niet. Weet ik niet. Het, het was een man die alles aan mij wou veranderen dat ik, dat ik ben. Ja. Dus als we bij een feestje waren geweest en we kwamen thuis... En je lacht wel altijd hard, hè? Je bent altijd wel aanwezig. Ja. Die um, elk weekend uitging, maar ik mocht zijn vrienden niet ontmoeten. Dus mm. dat brengt onzekerheid bij een vrouw. Dus ja. als ik terugkijk naar de situatie, niet dat het oké okay is. Dan verdiende hij die koffie. Uh, het was ook op een bepaalde manier zuigen bij mij, want ja, ik werd ja. met de dag onzekerder. Uh, en dit was dus je 19-jarige ja. uh, ja. uh, Lovella. Yes, ja. Okay. Ja. Maar toch omdat hij abrupt zei van klaar, toen ben ik echt de search gaan doen Mooi. in mezelf. Ja, het van is maar... allemaal onderdeel van je verhaal, hè? Het was allemaal nodig. Die narcist, allemaal. jij die dan uh, abusief is tegenover ja, een man als Abs tienermeisje, als jong meisje. Precies, ja. Uh, alles wat je hebt meegemaakt, uh, ja. waar je nu bent. Mm. Lovella die vrede zoekt. Dat. Ja man. Ja, Ja, ja. ja. Lijken. Ja, ja like in combinatie it. met een kleine natuurlijk. Nu ook nog, ja. Is, en dat is een helemaal... reden heel belangrijk voor Want mij. Want hoe oud is je dochtertje? Vier jaar. Vier jaar. En um, je bent een betere moeder als je lekker in je vel zit. Ja. Dat verschil heb ik gezien. Ja. Ik wil niet gemaakt leuk doen met mijn dochter, maar ik ben, ik ben aan het ik ben over wat die, of over wat die man heeft gedaan, je mm -hmm. weet toch? Mm -hmm. Ik wil present zijn bij jou. Ik wil good vibes. Good, als mama thuis komt, moet het gezellig zijn. Mm -hmm. dat, dat, als mijn vader binnenkwam vroeger, was er een sfeer. Je weet toch? Oh, ja. Strenge Surinaamse vader, dat was mm -hmm. een sfeer. Mm -hmm. Als we met mijn moeder alleen waren, was het gezellig. Was het leuk. Was het, dus zij moet en zal zo opgroeien. Yeah. En daarom heb ik nu een houding van... kom correct als je bij mij komt, want ik wil forever en natuurlijk heb je je uh, uh, je slechte momenten en noem maar op maar merendeels wil ik lekker in mijn vel zitten mm -hmm. anders laat me met rust maar zij is dus vier jaar en jij hebt dus nog niet meegemaakt het moment... waarbij je twijfelt van uh, moet ze kennis maken met deze doet daarbij jij dat heb je nog niet meegemaakt jawel ja. oh wel jawel heb ik wel de, meegemaakt de party of de narcist de narcist de narcist oh geluk ja. had je het gedaan ja de narcist heb okay. ik omdat ik, ik ik ben voor... Dat lijkt me altijd zo'n dingetje. Niet alleen voor vrouw, maar ook voor man. Uh, want ik, ik heb dat, die situatie niet. Ja. Maar het moment dat je dus je kind wel of, nee, uh, wel of niet kennis laat maken met een, een, een man in je ja. leven. Dat ja. lijkt me een dingetje. Het is, het is een, een dingetje, maar het heeft te maken met hoe je op dat moment in het leven staat. Ik ben vanaf de geboorte van mijn kind uit elkaar met de vader van mijn kind. Mm -hmm. Je wordt heel erg gejudged. Je weet Door wie? Door wie? Door mensen om je heen. Van, oh, ze is nu alleen hoor. Misschien heeft een... door, maar door jouw kloos, door jouw team? Nee, door, Je voelt je door everybody. Ja. Straat, overal. Van, ja. oh, ze is alleen, is al alleen. Oh. Die man heeft haar zeker gelaten. Je weet toch? Je, ja. je voelt dat mensen naar je kijken. Ik was ook obsessief met er goed uitzien. Van ook al ben ik alleen. Misschien Even een vraag hè? om te begrijpen. Uh, ben je een persoon die heel erg aanwezig is? Po populaire chick. Populair niet, maar als ik binnenkom, komt loof binnen. Dan, dan weet je. Okay, okay. Ja, ja, absoluut. Okay. Ik ben niet aanwezig in een in, in bad way. Ik denk dat mensen het altijd wel nee, leuk vinden. Nee, niet e eens. Nee, niet eens. Nee, gewoon ja. Nee, ik nee, nee. want ik vraag omdat ik dan denk: dan, uh, why are people in your business? Uh, en misschien is dat omdat je uh, uh, te zien bent. Van hé, hey, ja, je valt op, ja, gewoon character ja, leuk. Hé, hey, love, ja, hey, Lovella. Ja, en daarom zijn mensen ook in je business. Ja, gewoon van, oh, ook dat, Lovella, zonder. Maar je judged ook een beetje jezelf. Mm. Je, op je zestiende zeg je... Nou, op mijn 26e wil ik mijn eerste ja, nee, niks keer Ja, Niks klopt. Niks klopt. Als je jong bent, kijk nee. je naar niets klopt wat jij denkt. Niks klopt. En dat was... Dat was... Ik wou zo graag gezinsleven. Ik wou ja. zo graag... Ik zag het voor me hoe ik het wou en niks was zo. <laughs> ja. Dus op dat moment hunker je mm -hmm. om je gezin compleet te maken. Ja. En dan komt een narcist in je leven... Een je af je? Die narcist heeft echt wat je gedaan hoor, dat is duidelijk. Ja, ja en, dat, en ik vind dat ook een slecht persoon. Maar, maar herkende je niet vroeg al dat je met een narcist hebt te maken? Nee, nee. Of heb je da door hem heb je echt kunnen focussen op narcist, wat dat ja. inhoudt en hoe toxic dat ja, is? Ja, ja, Want ja. Want ik weet ja, dat, ja. Ik, ik, ik fok niet met narcisten, niet eens een nee, beetje. Nee, nee, ik, nee. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ja. Hij kwam in mijn leven als Prince fucking Charming. Mm. En echt dingen tegen mij zeggen: van, Ik weet wat jij zoekt. Jij zoekt geborgenheid. Jij zoekt veiligheid. Je maakt geen grap, Je hebt je kind. Dit, dat, lof was verkocht. Juist. En zodra hij me had, he just switched up on me. Ja. Dus dan is mijn gevoel er al. En dan is mijn loyaliteit er al. Dus je gaat halen en trekken. Ik heb het wel, maar, maar voor mijn maar zes maanden. Ja. Toen heb ik mezelf eruit gehaald. Ook omdat mijn lichaam niet meer kon. Goed zo. Zoveel ruzie, zoveel. Yes. Ik zag op een gegeven moment zijn naam op mijn telefoon. Ik dacht: ik, ik, ik kan niet. Zelf dat. Ik kan ja. niet, ik ben uitgeput. Mm -hmm. Dus uh, het was ten eerste een goede les. En ook een goede les in het moederschap. Ja. Want ik was geen leuke moeder voor die korte periode. Ook oh, tijdens. Uh, tijdens die. Nee, was was je... pistaf. Ah. Want je begint als, als, als Prince Charming. En daarna behandel je hem als een daggo. En ik ben wel. Ik ben niet op mijn mondje gevallen, je weet toch? Dus mm -hmm. blaren aan het telefoon en noem maar op en daarna helemaal oh, poppie met dit. Maar je energie is niet fijn. Ja, juist, je, bent klopt verdrietig, niet. je hebt pijn. Ja, juist. Je hebt... Kinderen voelen, Kinderen voelen, voelen je, dat. Voelen je ja. energie. Ze was wel nog wat kleiner, dus daar ben ik ja. dankbaar voor. Ja, ja, ja. Maar ik heb dat afgekapt. En, um... Maar je hebt een hunkering om je gezin compleet te maken. Ja. Om je gezin, om, om een manspersoon naast je te hebben. Mm -hmm. Ik weet nog dat, dat als ik af en toe. Toen mijn dochter nog en de vader van mijn kind pakte haar, het wel prachtig om te zien. We waren niet meer samen, maar je weet ja, toch, het, toch. Was, het was prachtig om een manspersoon met haar te zien. Ja. Dus dat is ook weer, het heeft kort geduurd, maar het was een hele intense periode heel veel van geleerd, mm -hmm. ook door de royale vlaggen heen kijken natuurlijk. Ja. Alleen maar om, ja. om op een bepaalde manier met iemand samen te kunnen zijn. En jij noemt de rode vlaggen, en uh, uh, ik wil gelijk uh, 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 iets erbij droppen: als gewoon yeah. van jou. Van hier, ik geef je deze. Mm -hmm. Want door alles wat je hebt meegemaakt, natuurlijk, uh, de narcist, die dat, en zus en zo, jij let nu op alles. Dus een red flags alert is om in high. Ja. Maar om jou te helpen om te bereiken wat jij wil bereiken en goed doet te ontmoeten met yes. uh, sommige kwaliteiten die ik heb, yeah, yeah, yeah. wil ik je het volgende meegeven. Ja. Uh, let ook op de green flags. Mm. Let ook op de green flags. Ja. Uh, ja. Verlies die niet uit het oog omdat je gewend bent uh, alert te zijn op, op de, de red, red. flags. Ja. Ik weet dat geen één man komt kant en klaar. Dat bestaat niet. Toch? Dat je zowel de man de vrouw moet vormen en de vrouw de man moet vormen. Dus ik heb specifieke red flags waar ik op let. <laughs> ja. Bijvoorbeeld de manier hoe je een date carries. Mm -hmm. Ik vraag je altijd aan het einde van de date: hoe heet mijn dochter? Want als jij geïnteresseerd in mij bent, yeah. dan ga je luisteren naar wat het belangrijkste is in mijn leven. Mm -hmm, mm -hmm. Dus op dat soort. En dat is niet eens een red flag, maar gewoon om te kijken hoe je... Nee, maar toch, jij hebt je eigen manier om, mijn eigen om, om, om manier te meten. Om, van een bepaalde Valkant, red ja. flags, Of, ja. of dat, dat, dat... En of dat nou klopt, ja of nee, maakt niet uit. Jij yes. moet je er fijn bij voelen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. zeker. Ja, oké. Okay. Ja. Maar je zegt, uh, narcist, heb jij, heb jij de vrouwelijke vorm van een narcist meegemaakt? Nog nooit, want ik herken oh. die shit en die ah. Maar hoe? Maar, en ik heb het, en ik, nooit, ik nog nooit bezig mee gehouden in relatievormen, maar juist in business. -vorm. Ik kan niet, man, ik, 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 ik kan daar gewoon niet mee. En oh ja, ik moet erbij zeggen: uh, narcisten zijn niet per se slechte mensen. Nee, niet per se. Het is gewoon. <laughs> Het is gewoon uh, 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 een karakter, een persoonlijkheid, uh, een ding waarmee ik niet kan. Dat is het gewoon. En ik denk dat, het en dat is, is dat is het misjudgmental judgmental dat ik erover yeah, kan, kan nah, zeggen yeah. dat ik well, er niet going mee straight kan. To heaven. En nee, maar weet je waarom? Weet je waarom ik dat zeg? Ik ken mensen mm. om me heen die narcistisch zijn. Mm. Ik zit in zo'n scene, waar mm. mensen narcistisch zijn. Ja, Als je ja, televisie ja. maakt. Uh, in radio shit, entertainment en dat yeah, soort shit, yeah. uh, artiesten, whatever, dat soort zien, ga je narcisten tegenkomen. Uh. Gaat je overkomen. Ja. Yeah. Nogmaals, zijn geen slechte mensen, maar uh, ik kan er niet mee. Juist. Dus gelukkig heeft dat ervoor gezorgd dat ik al helemaal niet mm. met een chick ga fokken uh, die nee. narcistische trekjes yeah. heeft. Yeah. Shit. Ja, yeah. yeah, good for you. Nogmaals. <laughs> ja, yeah, good for Min you. Nee. Ik heb er doors van gekregen. We gaan breken. Oké, okay, helemaal prima. <laughs> leuk. Ik denk wel dat jij een x-aantal wijf in bed hebt geluld. En niet op een manier van. Op een, op een, uh, like I tricked him. Ja, nee, maar nee. Maar op een manier van, oh, hij is leuk. Ik mag hopen dat het daaraan lag. <laughs> ja, ik mag hopen dat het daaraan lag. In Gilly's Love Line. Mm -hmm. haal ik altijd een quote tevoorschijn yes. uit de miljoenen quotes die er zijn. Ja. En daar wil ik dan altijd graag op inzoomen. Mm -hmm. Alleen om te checken hoe mijn gast daarover denkt. En of we überhaupt daarover iets hebben te zeggen. Of een mening over heeft. Of totaal niet een is, yeah. eens is yeah. met die bepaalde quote. Ze zeggen namelijk. Mm. En ik ga hem Engels maken. Oké, okay, let's go. You good with it? Yes, please. The problem is women think he will change. Mm. He won't. No, the mistake Man make is denkels. She never leave. Mm. She will. Oh. Wat doet dat met je zo'n quote? Ik ben blij dat ik die les snap. Je snapt hem compleet. Ik snap die les. Je, je, je moet dit meemaken om, om me zo te iets snappen. te kunnen droppen. Om het te snappen. Let me repeat myself. Yes, please do. Please The do. The problem is women think he will change. He won't. Mm. The mistake man make is denkels. She never leave. She will. Heel powerful. Did Heel. you leave? Yes. I did. Did he change? No, he did not. Soms no, zijn dingen zo erg waar, hè, die quotes. Raakt je tot in je core. Ik zou je iets zeggen. Nu, nu wijk ik af. Uh, ik ben een trotse Suriname en ik claim Suriname. Mm -hmm. Maar ik ben ook van Nederland, moet ja. ik mezelf nog wel eens uh, herinneren om eerlijk te zijn. Oké. Okay. Zo erg, uh, claim ik, su. Oké. Okay. En dus ik wil even props geven uh, aan Nederland in de zin van een paar Nederlandse gezegden. Mm. Die zijn zo waar. Ja. Ja. Gezegden zijn... Vergeet dat Nederlandse gezegde. Gezegden zijn soms gewoon waar. Ja, zo klopt. simpel is ja, dat ze zijn. Ja. Daar staat het. Klopt. En soms hit het je. Ja. En deze hitte de jou. Ik kreeg een vibe van jou van I know this. It's true. It's I know this. this. Yeah, Eén op één. I lived it. Yeah. Ik heb het geleefd. Ja. Ik heb het geleefd. Jij hebt gedacht dankbaar. dat iemand kon veranderen? Jij hebt dat gedacht? Ja. Vaker? Ja. Ik vind, ik, ik vind dat we genoeg hebben gesproken over die narcist. Ja, snap je. <laughs> dus nee, ik wil niet meer vragen. Nee, nee, maar ook een man die niet voor je kiest. En dat je denkt: van nou uiteindelijk zal hij toch wel inzien dat ik het voor hem ben. Da, 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 da. Of, uh, een... Heb jij tweede viool gespeeld in je leven? Wat bedoel je daar precies? Ja, ik weet het mee? ook. Ik gebruik een <laughs> uitdrukking. gebruik oh, ga een Nederlandse gezichter ja, zien Omdat ik, ik Nederland... Je wilt Nederland herkennen, dus zelf je gaat zijn. gewoon... Ja, alsjeblieft ja. hoor. Praat goed. Ben je buitenvrouw geweest? Nooit van mijn fucking leven. Niet dat ik het weet. <laughs> ja, 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 Je kan het niet. Je ja, kan stel het niet. niet snel. Ja, niet dat ik weet. Nee. Nee, over my dead body. Als je het zou weten, zou je het cancelen? Per direct. Okay. Vreemdgaan is voor mij ook Exit per direct toch? ja. nee ik bedoel, ik bedoel niet toch? ik bedoel toch met de uitroepteken ja. toch? ja. ja. Oh, yes. <laughs> dat is wat Je moet ik bedoel. even die klem ja doen. Even die ja. Klem doen, toch? Ja, ja absoluut. nee absoluut. en nee. niet eens omdat ik iemand niet kan vergeven of omdat ik niet ver ik ben bang voor wie ik word. oké okay, ja. Een vrouw die een man niet vertrouwt is een hele lelijke vrouw. Hmm. Waar ben je? Met wie ben je? Waarom ben je daar? Maar hoezo? Neem je je telefoon? Nee, ik, heb geen, ik, ik ben moe. Juist, want daar, want, want daar ben je dan, hè? Daar ben als je, als je dan. Als je, als je het accepteert, daar ben je dan. Ja, daar ben je. Elke keer als hij niet er opneemt, niet elke keer. Nee, het, 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 het. Ik vind, ik je bent bezig frid... met je werk, whatever je werk is, professionele vrouw. Wat? Misschien ben je autoritair op je werk, speel je één kabigibasi wel thuis. Chaos. Chaos. Onzeker. Angstig, mm -hmm. lelijk. En, ja. ik, ik, en omdat ik dus um, me lelijk heb gedragen. in vorige relatie, in mijn tienere in mijn jongere jaren. Ja, um, ja ben ik. Uh, nee, man, je wordt. Ik, ik, kan, ik kan het niet. Ik kan niet. Ik, ik wil ook niet zo leven. Kijk, ik heb een meisje. Ik ben ja. haar voorbeeld. Mm -hmm. Een kind doet niet wat je zegt. Een kind doet wat je doet. Ja, ja, Kijk naar je, ja. hoe je je gedraagt. Mm -hmm. Ik heb een van de meest. Heel veel mensen zeggen: mijn moeder is de beste moeder. Ik heb de beste moeder. Als zou, al zou het niet mijn moeder zijn en ik zou haar ontmoeten, zou ik haar een hele toffe vrouw vinden. En waarom is dat zo? Omschrijf dat in vier zinnen. Ah, vier zinnen. Vier zinnen heb je. Dat is veel. Vier zinnen. Sterk. Hoe heet die vrouw? Joanne. Joanne. Joanne Tellesfort. Joanne Tellesfort. Ja. Waarom is Joanne Tellesfort de beste moeder die er is? Ze, 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 kon het, ze kon het verschil maken tussen Mattie en ik ben wel je moeder. Maar alles was bespreekbaar. Okay. Alles was bespreekbaar. Mm -hmm. Ik heb over mijn ontmaagding, heb ik al van tevoren gezegd van ma, het gaat gebeuren. De reden waarom het makkelijk was, ik was laat. Ik was bijna 18, dus ze wisten oh, dat het oh, zou ja, gebeuren. Ja, dat, ja, ja. Um, al is het een seksuele vraag. Waar ik, waar ik, weet je, je gaat jezelf ontdekken, je gaat je lichaam ontdekken. dat zeg ik, oh, maar ik moet je wat vragen. Ze zei, dus, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, give it to me, give it to me. Weet je <laughs> wel, dan bereiden ze zich voor. En dan was het, nou, weet je wat je kan doen? <laughs> je weet toch? Okay. En alles was, maar je moet niet durven om een brutale mond te geven. Ja, ja, ja. Ze sprak met haar ogen. dat is nog steeds een Surinaamse moeder. Maar yes. ze was, haar voorbeeld was altijd sterk. Of dat goed is, weet ik niet per se. Weet je wat je hebt, als ik, ik ben drama... Mm -hmm. Soms, ik wou heel graag als haar zijn, maar ik ben mijn eigen persoon, heb ik ook Just. moeten leren. Sterk, echt een lady, mm -hmm. at all times. Zeg ze ook nog je kan een beetje lippenstift opdoen als je naar de winkel gaat hoor. <laughs> Gewoon even snel naar de winkel, Always lady. Um, goed in de communicatie. Mm -hmm. Zet af. Ik vind haar een geweldige vrouw. Ja. Humoristisch. Nu wil ik kennis maak. met de man. Ja, maar je moet, je, je wilt haar, kennen. Je wilt haar <laughs> kennen. En ook door, door, door um, dingen wat ik om me heen zag van mijn vrienden slash familie, was ik heel dankbaar dat ik haar als moeder had. Ja. Als een man tegen mij zegt, je bent mooi, ben ik never impressed. Want mijn moeder heeft me altijd gezegd dat ik mooi ben. Heel veel liefde gegeven. Altijd knuffels, kusjes. Ik ben trots op jou. Ik kon achter de bar werken. En ze kwam aan mijn bar, ik zag alleen maar trots. Het maakte niet oh, uit mooi. Wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik werd of, of mooi. wie ik Elke partner gaf ze een kans. En af en toe kwam ik met gasten thuis. ik dacht van, hé, <laughs> twee gouden hoektanden, wat wat, wat fuck. Maar alsnog. Oh, you hit something. Ja, maar ja. ja nee, wat nee, je man. laat me denken is. <laughs> Weet je wat de chick een keer met me zei? Sorry mm. hoor. Want je was je moeder zo mooi aan het promoten en uh, 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 I love it. Ja. Uh, ik wilde gelijk kennis met haar maken. Ja. Maar je liet me aan iets denken. En dat is. Uh, ik was vroeger Gilly met de gouden tand. Ah! Zo stond ja, ik, ik bekend. Vind... Ja, ik... Neem maar check. Mm. Waar zat en... hij? Eerst dat zeggen. Hier. Ja, natuurlijk hier. zat hij daar. Ja, de, <laughs> <ja>, de vooroordelen <laughs> kloppen. Natuurlijk zat hij daar. Oké, okay, en wat voor gouden tand was hij dan nou volgens jou? Een pistool of een wietplant. de no, helder, no, helder, no. helder. Helemaal. Helemaal, oh, helemaal. Okay. helemaal. <laughs> <laughs> uh, maar uh, een keer zei. Niet een keer. Twee keer heb mm. ik meegemaakt. dat alles kon cool in flow. Want ik ben niet, maar ook wel. een gevoelige dude. Ja. En je gaat niet weten waarover ik gevoelig ben. Oké. Okay. Maar dit was er eentje. Ja. Dat een, een dame, waarmee ik in een flow was. Uh, she broke down omdat ze zei, ik kan niet voorstellen dat ik jou naar mijn ouders breng. Met mm. <laughs> je gouden tand en no? all that shit. Oh, yeah. Ik zei, bitch, <laughs> yeah. make it shine. Want That's... het is de laatste keer dat je mijn gouden tand gaat zien. But you just cut them off, hè? Huh? Dus, dus check. Het is een slechte kant van mij, yes. maar ook een goede kant van mij. Ja. Yeah. Maar het is ook slecht. Ja. Het is ook wat me het tegenwerkt. Is, ja. Maar het is ook wat me safety. Want ik zou je iets zeggen. Lovella, mm. ik scot snel. Ja. Ik scot mensen snel. Ja, ik en ik geef niet eens een aankondiging of oh, uitleg. Oh, ik, ik, ik zeg niet van: hé, hey, luister. Nee, ik'm just gone. Huh? Ook in je volwassen jaren? Juist, in je volwassen jaren. <laughs> <laughs> Juist ja? in mijn volwassen jaren Without explanation Actually For what I'm done, mental done is done ja? Fuck all the en waar blijft Figure we... it out of figure it <laughs> niet uit en, not. en het maakt mij ook niet uit Als het je wel of iets niet Daar gaat het mij in om, I'm done Oké, okay. hard Hard, maar veilig Veilig voor jezelf Maar soms inderdaad, uh, het werkt ook tegen ik, Want het is in alles hè in love. Killy's mm. love line. Dat. Maar ook in business. Oh, zie maar je. Dat, ja, maar ja. Ja. Begrijp ja, je? Ja, en nee, ik, ja. Ook in business. Ik cut van, your ass Ja, up. maar ik hou wel van een man die kan communiceren. Hé. Hey. Mm. Oké, okay. nu gaan we ergens ja, maar naartoe. Knijp je, je ogen, wat ga je me zeggen? Om, nee. Ja, 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 je, check. Begint, ik kom, <laughs> ik kom. Je wil me klappen. Ik zie het. I love it. Doe het. Ik word er ik word, nu al, <laughs> ik word nu al opgewonden. We're going back. We're going back. Let's We're going go. back. Ja. Nee, check. Communiceren is mijn ding. Mm. Dat zie je toch? Klopt, ja. Dat dat, dat is mijn ding. Maar ik zie af. Nee, maar he, nu ga ik, ik. Ik geef je geen explanation, Niks op het. Het gaat blokade. allemaal komen. Het gaat okay, allemaal ik, komen. Oké. Okay, denk ik, hoor. Denk okay. ik. Denk ik. Ik ja. ga het in ieder geval pogen. Oké. Okay. Leuk dat jij het over Ik heb. Ik ik, ik 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 kan. Ik kan niet eens op drie vingers stellen dat ik een vrouw heb ontmoet die goed mm. kan communiceren. Klopt. Iedereen denkt dat hij ze kan praten, dat kan ze. Maar communiceren, nou, heel ja, trassani oh, ja. is heel ja. wat anders. Klopt, is waar. Ja. Dus daarmee wil ik zeggen, believe me. Mm. Ik hecht zoveel waarde aan communiceren, mm -hmm. ook op al die vlakken die ik net noemde, love en business. Yes, ja. Maar zodra ik denk van dat jouw communicatie, jij bent mij communicatie niet eens waard, joh. You just cut them off. I must cut it off. Ik moet nee, me ik voorstellen. Moet je you don't care. <laughs> nee, nee, nee. Nee, ik vind het wel interessant. Want ik probeer het dan. Uh, want ik gaf, ik gaf toe: It's bad is good. Ja, uh, ik zou ja. je een voorbeeld geven waarom ik heb uh, begrepen waarom het bad is. Mm. Uh, <laughs> geloof het <laughs> of niet? Ik ben niet echt een people's person. Nee. Uh, het liefste. Ga je een goed voorbeeld geven. Ja. Yeah. Een vriendinnetje van mij. Uh, zei mij ooit. Gilly, ik kan niet voorstellen, dus hoe ik leef toch, mm -hmm. dat ik thuis kom en dat niemand thuis is om mij te ontvangen of te hé, hey, ik kan me niet voorstellen Gilly. Mm -hmm. Ik hoor haar praten en ik zeg lieve schat. Ik kan niet voorstellen dat ik thuis kom mm. en er altijd iemand, iemand verplicht <laughs> daar is. Dat kan ik me niet voorstellen. Ah. Ik haal dat voorbeeld erbij om te ja. laten zien. Zo ben ik met mensen. I need to have my space. Ik moet de keuze hebben Juist. om op mezelf te zijn. Maar mag, mag ik je wat vragen? Van wat alles. Jouw, mag ik je alles vragen? Van alles. Wat, wat is jouw love language? Uh, uh, heb je, heb uh, uh, u, hoe um, hoe ontvang jij liefde het beste? Is het affectie? Aanraken, knuffels? Is het een cadeautje? Is het uh, een compliment? Ik ben slecht met complimenten. Ik ga niet lekker op complimenten. Mijn reactie is apart op complimenten. Dus als je dus. als, 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 zo'n kanjer. Dan word je een beetje girly. Oh, ik word sowieso niet <laughs> dat wat je daar... Dat sowieso niet. Niks mis mee, maar dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Dus ik weet hoe niet... Hoe ga je slecht op... Wat is jouw love nee, language? Nee, je dat antwoord is wat is mijn love language. Ja. En ik probeerde uh, te horen wat je daarmee uh, bedoelde precies. Uh, nee, communicatie. Communicatie, ja, maar dan ga ik weer terug. Ga ik weer yeah. terug, uh, want ik ben heavy on communicatie. Maar Als ik communiceer mm. en ik zie van die feedback is niet eens een beetje die feedback, <laughs> laat mij al denken van oh, dit is een waste of my time en energy. Ja, yeah. dan zeg ik oh, ai, 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 Ja, ja. En remove yeah. myself from the situation yeah. in, in my love language. Mm. Uh, jij vroeg of is het aanraken. Ja, dat, ja. Hang, dat hangt er vanaf, joh. Want als jij zegt van, ik vind het heerlijk... om, of, Ik kan me niet voorstellen dat er altijd iemand thuis ja, is. Ja, ja, okay. Iedereen heeft lief op een ander. Absoluut. Ik vind oh. het heerlijk als mijn kerel op de bank zit... en zoiets zegt van, oh, mijn meisje is thuis. Ik vind het heerlijk als een keertje iemand daar <laughs> is. Een keertje. Leuk. Ja, maar hoe werkt dat hey. dan in relatie? Als jij ja. dus, zeg maar, een vaste relatie hebt met ja. iemand. Ja. En, nee, maar, en samen daarom... wonen... maar check. Maar daarom is het dus belangrijk... Dat het klopt. Juist. Want met al mijn takkies, en ik heb dit vaker gezegd, mm -hmm. met alles wat je me nu hoort zeggen. Wanneer ik dus verliefd ben, mm. infatuation slash verliefd. En dan denk ik dus. Nee, ik sorry, denk sorry, dat het, sorry, wacht even. Ah, infatuation slash verliefd? Ja. Ja, nee, ja. It's too different. Ja, is too different. Daarom zeg ik. Maar ik probeer realistisch te zijn, want jij weet nooit, uh, je denkt nooit te weten van. Uh, <laughs> ik dan. Oké, okay, juist. Yes. Oh, die, die, die grens infatuation en verliefdheid. Yes. Ja, ja, is moeilijk. Ja. Je weet ja, het niet. Nee, dus ik had het meer over die grens. Okay, dat is die yes. realist okay, in mij ja, ja. die dan een ja. beetje. Misschien moest ik dat weglaten. Ja. En boos op mij? No? Okay. gaan maar klappen. Oké, nee, nee dus, <laughs> Ja, ja ik, wil, ik wil het namelijk. Ik wil het. Ik wil het. Nee, 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 check, check. Um, oh, je gaat me dit nooit laten vergeten. Nee, <laughs> nee, 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 dus check. Uh, je vraag was. Waar Wat ging je is naartoe? jouw love language? Want ik zei maar, uh, dus, van als iemand... Ik vind het heerlijk ja, om een keer op koop, de bank te... Uh, uh, oh, en jij oh, ja, als je thuis komt. I get it, I get it. I get maar in vaste relaties? Nee, nee maar check. Dus daarom, dus daarom zeg ik... Dus als je dan in love bent... Dan vervalt al mijn takjes die je me nu hoort zeggen. Oh. Vervalt. Oh. Vervalt. Hoe ben je als je verloopt en, bent? En dan, I don't like that dude. Nee? <laughs> nee. in de zin van nu nuchter kan ik zeggen: I don't like that dude. Waarom? Want die is niet, dus van papa. Pap, nee. Pap. Maar daarom, als het het waard is, is o, het niet hoe erg. is die? Uh, je hoeft niet meer bass in je stem te gaan zetten. Oh shit. Weet, um, <laughs> <laughs> Wat deed je nou net? Girl. De, ja. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Uh, die is uh, zorgzaam en uh, te, uh, die alles vervalt. Dat zeggen we. Nee, zeg maar niet genoeg. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe ben je dan? Ben je constant... Met... Weet, weet, ik ga het je zeggen. Ja, het Zorgzaam, loyaal. Ja. Affectie? Dus, en nu kom ik waar jij was, daarom moest ik gelijk lachen toen je het zei. Ja. En misschien ben ik nog niet helemaal zo zeker of jij het verdient. Juist. Je bent en, en dat is wat ik tegen jou wilde zeggen. Mm. Dit is wat ik tegen jou wilde zeggen. Mm. En misschien romantiseer jij die persoon wel. Mm. Helemaal niet over praten. Nee, want ik, ik herinner het me nu. Dat is wat ik tegen jou probeerde te zeggen. Mm -hmm. Jij lijkt me. Nee, we gaan het bij mij houden. Oké. Okay, ja. Misschien herken jij je dit keer jezelf erin. Juist. Als ik dus eenmaal voor je in mijn idee ja, voor je ga, ja, 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 ja. dan ga ik je ook romantiseren. Mm. Dan stoort niets me ook. Ja. Dit. Ja. Is so al goed. Love it. Mm -hmm. That, I love it, because I love you. <laughs> ja. Dan ga je romantiseren. Maar het. Levensgevaarlijk. Ja, want, het, want bij de een duurt het een uh, paar weken, een maand, bij een ander jaar, bij een jaar, vier jaar, voordat die realisatie valt of die irritatie zo flink is dat je zegt van, uh, En jij al. bent eigenlijk een oh, fucking suffert. Ja. ja. En er is niets erger dan een meid die een suffert is. Ja? <laughs> dat je zegt, je hebt eigenlijk, uh, ik wil niet zeggen weinig te bieden, niet te bieden wat, wat ik verdien. Nee, Klopt. Maar oh, ik heb het zo geromantiseerd om ja. in die infatuation stage... Ja, 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 ja. En dat is ook de reden waarom ik, waarom ik, waarom ik lang wacht met um, intiem worden. Omdat als dat, als die connect goed zit, word ik verliefd. Ja. Omdat ik, ja, ik... Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik merk dat ik, ik, ben, wel het, ik ben wel de type vrouw die er een paar maanden overheen gaat voordat we daar gaan. Oh, echt waar? Maar, waarom ben je zo. Nee, 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 nee. nee, omdat ik had plannen. Nee, niet per se. Nee, 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 check nee. Ik probeer me dan voor te stellen, die narcist, die fuckbody. Ja. Hoe gaan daar maanden overheen? De, hoe lukt de... Ja, nou, nou, geloof, omdat ze me willen winnen toch? Ah. Dus okay. in het begin deed je aan best behavior? Terwijl ik moet eerlijk zijn over. Oh, fuck, maar die vind ik een naar woord. Maar daar moet ik verantwoordelijkheid nemen. Dat, dat na een x aantal keer daten. wel werd gezegd. in een kort stadium van: ik zoek geen relatie. Je weet toch? Oké, okay, oké. Okay. Die connect was gezegd. Ja. Je weet toch? Waardoor je dacht: van, nou, ik, ga, ik, ga, ik ja. ga toch even kijken, even piepen. Mm -hmm. En dan komt er een vorm van mind-blowing seks bij, waardoor ja. je niet. Helemaal ben helder, nou, ben je ja. en uh, bij die narcist die heeft echt eventjes gewacht, en in die periode was die Prince charming. Juist, totdat ik het geef, en dan, oké, okay. je op. Yes, maar um, bij die, ik noem het eerder een toxic situatie dan fuck body. Nee, oh. dat is beter, toch? Ja, Ja, nou, liefst ook <laughs> beter, maar pak maar die klinkt zo. zo. Nou, nee, toxic is van. goed, we gaan voor nee, toxic. <laughs> nee, maar het begon heel lief en het begon heel erg met: ja. ik wil je leren kennen. Da, 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 da. Friends with benefits. Zeggen Friends ze. with benefits. En ik dacht, omdat ik altijd in relaties zit, ga ik dat even testen. Je weet hmm. toch, laat me daar even ingaan. Ik vond het een goede vraag. Wat is jouw love language dan? Affectie. Affectie? Affectie. Ja, maar dat is gevaarlijk dan. Maar dan moet je in een. De... Complimentjes! Ja. Hoe, hoe sexier mij. Dan wil ik iets weer tevoorschijn halen. Sorry dat ik kort niet Nee, maar dat is prima. Want dan denk ik aan mevrouw is Ja, inderdaad toch? Yes. <laughs> <laughs> want jij hebt gezegd. Uh, ja, je kan niet zoveel met complimentjes. Zei je eerder. Je bent mooi. Daar kan je niet zoveel mee. Uh, nee, klopt. Maar tegelijkertijd zeg je nu dat complimentje. Maar dan moeten ze duur. goed zijn. Ja, nee. dan, is, dan is mijn vraag. Ja? Want toen jij binnenkwam, zei ik iets. En ik, ik meen het van de mm -hmm. hart. Ik zei, oh wacht even shit. Mm. Jij laat me iets herinneren. Klopt, ja? En wat zei ik? Uh, hoe, zal ik, het zeggen? Ik, ga, met ik zeg donkere vrouwen met sproetjes, ja. is een ding voor ja, mij. Ja. Klopt, dat heb je gezegd. Ja, en maar dat is echt zo. Ja. Ik was het vergeten totdat ik jou zag van oh ja. Want je liet me denken aan eentje yes. die me helemaal ja. broeien had gemaakt. <laughs> ja. ja nee het heeft te maken met hoe een compliment kwam je, je, je... maar wacht die wat deed dat voor je dat is mijn vraag nou die vind ik leuk ja ja vind ik leuk en ik zei ook by the way ik zei ook iets wat ik meende ik zei Juist, ook iets van kwam, even totaal was... niet gewoon van nee, ik heb het over complimentjes van dus was schatje weet je dat je lekker bent je, uh. nee toch is dat een nee, toch? Ik trek dat heel slecht Mag ik je een compliment geven die ik meen? Ja, mee? graag. Zonder bijbedoeling. Juist. Want camera staat erop, hè? Ja. Als er wel een bedoeling achter zit, wordt het herkend. Absoluut. Drop je comment als je denkt dat dat het geval is. Mm. Ik zal je wat zeggen. Ja. Jij bent een vrouw zoals iedere vrouw. Alleen, je wilde storen. In mijn uh, compliment die onderweg was, wat wilde je zeggen? Nee, je bent een vrouw als iedere vrouw, begint niet als een compliment, maar ik laat je uit. Maar ik ben nog bezig. Waarom? Ik heb niks gezegd. Ik okay. had, een had een blik. Ik had een blik. Je bent een vrouw als iedere andere vrouw. Mm -hmm. Ik zeg dat om uh, uh, bewust te kunnen focussen op. Ik geloof die loyaliteit die jij zo uh, aan het promoten was als eigenschap yes. van jezelf. Ik geloof die meteen. Ja? Maar ik denk zo'n vrouw als jou. En daarom zei ik, om het realistisch te houden, je bent zoals dus iedere andere vrouw. Uh, gewoon een realistisch beeld. Alleen, ik ben niet lang eentje tegengekomen waarbij ik geloof dat die loyaliteit als basis is. En waarbij ik denk van, zij is voor relatie gemaakt. Ik zie zij is voor relatie gemaakt. En nu komt het compliment. Uh, normaal als ik tegen mensen zeg. Ik hoop dat jij krijgt wat je verdient. Ja. Bedoel ik het als een dis? Nee. Nah. Nu zeg ik het tegen jou. Ja. Ik hoop dat jij krijgt wat je verdient. Mm. En ik bedoel het als een compliment. Dankjewel. Dankjewel. En ik, ga daarop, ik zal daarop antwoorden met ik weet dat ik ga krijgen wat ik verdien. Boom. Goed zo. Ik weet dat ik ga krijgen wat ja. ik verdien. Absoluut. Mooi. Absoluut. Mm -hmm. ik, ik, wat ik al tegen, ik geloof in de liefde. Hoe ziet hij eruit? Oh, ik omschrijf ik, hem. Ik heb geen beeld van hem. Dus ik bedoel niet hoe ziet hij eruit, maar omschrijf hem. Omschrijf hem. E uh, heb je even? Eventjes. Nee, um, emotioneel ontwikkeld. Je vraagt veel hoor. Hé. Volwassen man dingen. Uh -huh. Weet wat het is om een vrouw te dragen. Weet wat het is om met een vrouw en een kind samen iets op te bouwen. Hmm. Want ik kan in een package. Chintori. Is, is het is een onderdeel van jou, toch? Ja, maar Dat is ja, logisch. Heel vast, snap ik het niet, hè? Oké. Okay. Maar... Mijn um, nou, main, main thing is. Ik wil een volwassen man. Ja. Ik wil een volwassen man. Dus hij moet volwassen zijn, ingericht is wat je bedoelt. Ja, maar... Weet je, je kent jezelf door en door. Je hebt je eigen liefde ontwikkeld voor jezelf. Jij gaat ook niet zettelen voor minder. Kijk, ik weet ondertussen, ondertussen... Ik weet wat ik een man te bieden heb. Daarom kan ik. Met een bepaalde arrogantie zeggen: kom correct wanneer je bij mij komt. Ja. Ik weet al mijn eigenschappen. Ik ben loyaal, wat ik al zei. Uh, verzorgend naar mijn man toe. Ik hou mijn man hoog. Ik ben van tijd tot tijd een beetje pietluttig. Ik weet ook mijn slechte kanten. Weet ook, af en toe wil ik gewoon op je nek zitten. <laughs> ja, dat, dat, dat is wie ik ben. Um, ik verzorg mezelf goed. Ik, ik breng humor. Gezelligheid in je leven. Nee, hey, die humor. is belangrijk. Hey. Ik, nee, 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 humor. Ik verzorg mezelf ja. goed. Wat te maken heeft met eigen liefde. Belangrijk. Ja, absoluut. Klinkt zo makkelijk, hè? Juist. Belangrijk. Heel belangrijk. Ik verzorg mezelf heel goed. En dat komt uit eigen liefde, omdat ik ook naar mijn dochters. Ik... Eerst dacht ik altijd eerst mijn dochter. Hmm. En eerst ik. Mm -hmm, mm -hmm. Eerst ik en dan jij. Zoals ze zeggen, is net als in de vliegtuig, toch? Die, uh, die Juist, kap. precies. Je zet eerst die kap op jezelf, zodat daarna, je die anderen kan ja, helpen. Ja. Ja. Dus ik ken al mijn eigenschappen, ook mijn nare eigenschappen, ook mijn goede eigenschappen. En, 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 en a bitch will suck a dick like her life depends upon it. Dus kom correct. Dit soort dingen wil en, ik, snap ik? Heep, heep, Kom correct heep, heep, bij mij. Kom, en anders laat ik het Ja, op de tuin. Ja. Yeah. Dus daarom. Als je die eigenschappen van... Als je jezelf door en door kent... En dat ook goed kan communiceren. Ik ben mm -hmm. heel eerlijk altijd... Als ik, met man, ik zeg van tevoren van... Ik ga je naar je moer sturen nu. Laat me met rust. <laughs> en ik wil it. een man die daarop zegt van... Schatje, ik laat je even. Yeah. En niet, maar waarom moet je... De, 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 want dan gaan we. Yeah. Ik heb gecommuniceerd wat mijn volgende stap gaat zijn. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus ik, vooral... Ik zoek vooral volwassenheid. En jezelf, heb je zelf helemaal gevonden... Mm -hmm. Ik, ik vind het niet erg om een man te dragen ja. maar in een later stadium. Ik, yes. ga niet ver, ik ga niet snel je dragen. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, nee. Draag mij en mijn kind. En mijn kind hoef je niet eens te dragen, want ik heb haar, maar het zou fijn zijn. Draag ons eerst en daarna. Ja. Ik geef dat niet meer snel aan een man, laten we het zo zeggen. Hey, het, is mm. het is niet de bedoeling dat je HDM gaat... Ja. Uh, uh, dat, is, dat is niet... Nee, maar ik ga zomaar, ik ik ga zomaar deze beslissing <laughs> ja. voor je maken. Dank je wel. Dat is niet de bedoeling. Maar wat ik wel wil zeggen... Lovella. En mm. I like it. Ja. Yeah. Yeah. Ik yeah. hoop dat je krijgt wat je verdient. Dank je wel. Dank je wel. Ja, yeah. yeah, absoluut. Dank je wel. Leuk man! Ja toch? Ja, ik vind van wel. Ja. 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 Wanneer komen we bij het nestie gedeelte uh, Weer het nestie gedeelte It opgaan? Cool. Ik wacht op, 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 op. toch niet, ik ben Hij gaat brutaal zijn, dus ik kom voorbereiden. Nee, en zie je dat? dat het, ik, 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 zit zo, uh, ik zit zo lekker in wat jij hier allemaal deelt. Die diepte, ja. eh, S in. Hé uh, hey, maar ik ga ineens, dan niet eens meer door. Nee! Want nu dwing je me iets. <laughs> Maar, nee, maar ga jij maar lekker daar naartoe dan? Nee hoor. Nou, ja, breng het maar. Nee, nee, nee. De mic is yours. De mic is mine. Um, ik ga een vraag even weer kaatsen naar jou. Van hoe, hoe. Want ik heb iedere podcast van jou uh, geluisterd en je hebt nog nooit een relatie gehad. Ik heb nog nooit een relatie gehad. Heb ik goed gelezen? Twee keer in een relatie. Twee keer in een relatie. Twee, gegeven, dit dit is wat ik noem. Nee, maar dat, dat heeft, te, uh, heeft uh, vooral te maken met hoe ik dingen categoriseer. Juist. Ik heb twee keer gezegd, mama, look ja, vriendin. Mm -hmm. Twee keer. Ja. En, en, de, en dan moet ik je even complimenteren, want... Bij, bij de andere wou je eigenlijk uitleggen dat je dat niet zag als Oh, je hebt echt geluisterd. Ik heb echt geluisterd. Oh, je hebt, uh, oh, je... Want dat maakt je mooi. Je want je wou bra zei eigenlijk dadelijk dadelijk Nee, maar dadelijk. echt. Je, je wou gaan, maar toen dacht je dat is niet eerlijk tegenover de persoon. Juist. Dus toen heb je een Oh, van, I love wow, it. dat maakt je een mooi persoon. Dat vind ik heel mooi. Dit maakt jou een mooi oh, persoon. Denk, ja, want je niet alleen heb je geluisterd, maar je hebt ook herkend, ja. zie ik. Ja, want ik denk wel ongeacht wat ja, ik denk wel dat je ten alle tijden, ja, ten alle tijden go niet goed moet praten, maar mensen in de nee. moet laten en niet mensen belachelijk. Nee, maar, maar. why, Wat is het? Uh, en weten dat weten dat camera's aan zijn. Er is ja. één ding wat ik ook niet zou doen. Ik zou het niet eens doen als wij gewoon een takkie zouden hebben. Juist. Nee, ik ken jou niet. Ja. Met iemand die ik ken zou ik het niet eens doen. Juist. Hey, this smart is Zou ik niet ja, eens doen. Nee. Want en daarom is die goed en slecht. When I cut you off. Mm. I cut mm. you off. Ja, als ja. ik in spijt over jou praat, I didn't cut you off. Nee, nee klopt. Klopt. Machtig mooi. I cut you off. Ja, dus het hoeft niet. Mentaal hard. Juist. Geen hard, maar gewoon. Ja. Zelfs als ik een, over een, uh, een fles, uh, over een blanco blaadje praat. Hé, hey, dat is een a 4tje Ja, naar. a ja. niks mis ja, mee. Ja, nou, nou, nou ja. Kan je uiteindelijk kan op, eindelijk weer uh, ja, ingevuld denk... worden met mooie penteksten? Kan. Maar niet door mij? Nee. Nee, maar ik denk wel dat elke vrouw wil dat. De... Maar wat vond je daarvan? was je vraag erbij. Wat was mijn vraag erbij? Want ja, nee, het klopt. Want je zet me hier aan die Jack Daniels de, die ik moet gefocust blijven. Ze liggen hoor appelsap, <laughs> appelsap. <laughs> nee, wat was mijn vraag erbij? Nee, nee, nee. Uh, misschien kan ik je helpen ja. denken. Uh, je hebt geluisterd en zei dus van ja, ik heb twee relaties waarvan ik eentje zei yes. van mwah. Mwah. en de andere was diegene. Die, die, die andere hoefde niet. Ja, die andere was gewoon real. die die, die, die ik, herken ik. Ja. van ja. Hoeveel jaar ja. was dat, ja. dat? Dat was vier jaar. En wat? En dat was de eerste van 17 tot 21. Oeh, ja. oké. Okay. Ja. En daarna niet meer. En daarna niet meer dan één die toevallig was zo mis. Uh, <laughs> <wat ik ooit. laughs> was ze uit, uit de hand gelopen one night stand? En uit de hand gelopen ja, one night ja, stand. Ja. Oké. Okay. Als ik echt diep daarover ga praten, maar dat, wil ik, dat hoeft ook niet. Gaan we huilen niet. dan? Want ik ben altijd werk. Ja, gaan wij huilen? Ik ga sowieso niet huilen. <laughs> okay. Laten we daarmee beginnen. Maar jij mag huilen als je <laughs> wilt. Je mag huilen. Nee, maar I love love. En ik vraag me ik af of ik ook. Daar, je bent 21. Ik ja. ben nu daarna voor 20 jaar eigenlijk nee. geen partner meer. Nee, die ene... hoe dan ook. Nee, ik mag ja, zeggen wat ik wil. Nee, maar, maar, nee, niet iemand waarmee ik dus al die dingen. Honey, I'm home! Had yeah, ik net overschreven yeah, waar yeah, ik niet nee. in kan. Nee, maar ik heb dat. Dus dat, dat trek ik omdat mijn flow was dan blijkbaar meer dat ik momenten. dat ik, dat ik twee maanden, vier maanden Juist. contact ben met een ja, bepaalde meid. Ja. En ik zei, ik focus op iemand, hè? Juist. Dus dan focus ik gewoon. Maar ik, ik zeg niet van, we labelen niet van, want uh, 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 dit is vriend en vriendin. Wanneer doe je dat wel? Nee, dat is niet van, en dit is het moment dat ik dat doe. Dat moet zo ontstaan. Dat moet ontstaan, oké. Okay. Ja, en er zijn bepaalde dingen die, als je mijn hart op laat denken Vraag. en praten. Er zijn bepaalde dingen die ik moet zien. Mm. Want jij bent dan, jij wacht, maar jij wacht met intiem zijn. Ja. Ik wacht, yeah. maar ik wacht met dat claimen ding. Oké. Okay. Daar wacht ik mee. Want ik wil niemand claimen. Maar als ik je ga claimen. Ik claim en ook een ander dude. Ja. Ja. Ook een andere doet. Maar word je dat nu ook nog nadat je eigenlijk bijna 19 jaar geen partner hebt gehad? Weet je. <laughs> hoe, je hoe word je? Nou, dat... omdat je zo lang geen relatie ja. hebt gehad, hoe weet je de, hoe je er nu in staat? Misschien word ik het juist. Ik ja, weet niet. Maar nee, ik kan me het, voorstellen ja. dat ik het juist word. Juist, ja. Ja, ja, ja. ja. Of, dat... of misschien ben ik zo vervreemd. Dat je het niet eens meer weet. Dat wat ik je niet moet eens meer weet. Dat ik in een relatie stap ja. en niet meer dat ik zeg, jouw handel is schreeuwen me of zo, ik hoor dat dat, dat werkt. Ja, <laughs> maar eigenlijk is het voor jou dus nu eigenlijk ook opnieuw uitvinden. Maar, maar, maar het klinkt zo, nogmaals, ik moet erbij zeggen, ik heb momenten gehad dat ik um, uh, maanden met een chick in contact ben geweest, ja. maar nooit de label van. Het zit hem in die label yes. en met die label, want die label is psychologisch, mm. komt dus ook mee van. Oh, dus dat betekent we zijn exclusief. Maar vergeet dat niet eens. Dus dat betekent familie en dat betekent van alles. Ja. komt alles bij kijken. Ja, je zegt het heel negatief. Dat betekent familie en alles komt erbij. Nee, ja, maar, je hebt een ondertoon maar erbij. Dat dit is zeggen. dit is die Tori, maar ja. dan wil ik wel voor live blijven. Dat is het faal. Ja, maar dat is niet gegarandeerd. Ah no. Misschien ben ik gescheiterd. Oh, die stilte die valt. Doordat je ging praat. Misschien ben je gescheiterd. Ja. In de liefde. Ja. Shit. Ja. Misschien, ik weet het niet. Nee, we zijn hier samen aan het denken. Het lijkt of we, we op zoek zijn ja. naar. De, uh, ja. Je hebt dat ding geswitcht en goed ook. Ja, maar mm. hallo. back to you. Ja, want ik vertel alles toch? <laughs> ja, ja, nee, nee. nee. Ja. Ik geef ook graag aan, oké? Okay? Ja, nee, daarom vraag ik. Shit. Ik weet dat je... Dus ga ik ga beginnen met vragen. Maar ja, ja dat, dat... Misschien ergens wel een scheid. Maar zou... En, en nu ga ik ik zeggen. Oké, okay, ik En ik ga het gewoon zeggen. Maar zeg het dan ook. En ik heb scheid. Ik zeg het gewoon. Graag. Want er is niets bescheiden aan. Nee. Maar ik ben een fucking prijs, hè? <laughs> Dus dat is hem ook. Ja. Ze prijzen aan het lijken alsof ik mensen niet gun. Misschien is dat het. Mm. Ik ben een fucking prijs, kan ik je wel vertellen. Als je me hebt. Wat heb je dan? En dan, en dan, en dan claim je. Ja? Laten we jouw je... voorbeeld nemen. Ja. Jij claimt loyaliteit te mm. willen. Jij claimt te waarderen als een dude. Want nogmaals, niet alleen ben ik gefocust, mm. maar ik ben ook spiritueel met energy en shit. Mm. Dus ik wil niet. Buiten eten is niet goed voor mij. Dus doe ik ook niet. Oké. Okay. Maar dat is, Chintori. Dat is Dus Je bent geen claim. vreemdganger. Niet. Nooit geweest. Hoef ook niet, want ik ben vrijgezel. Dus ja, als ik eenmaal in een. Yeah. Nee, dus ja. als ik in een tori ben, is geen behoefte eraan. Nee, I know nee want that je shit. bent hier. Ja. I know that. Ja, ik ken dat. Ja, ja, ik ja. ken die Libby. Ja. Ik waardeer dit wat we nu hebben. Juist. Want dit is zeldzaam. Mm -hmm. En dit geeft meer power. En dit laat me opstaan met een uh, uh, beter hart. Mm. Uh, maar ja, dus je hebt, en vergeet man-vrouw, daarboven komt ook nog bij. Ik ben een real nikker. Mm. Real, hè? Mm. Maar dan heb je me als man. Ja. Nu jij weer, wat doe je daarmee? Mm. Ik ben real. Ik ben echt real. Dat is één ding wat ik over mezelf. Stel. Ik stelde jou, stel jou een wat, vraag. Ja. Een kennismakingvraag. Juist. Ik ben niet perfect. Nee. Maar als je één ding. Mm. Als je één ding over mij gezegd kan worden. Ik ben real. To the core. Real. Ja. Je kan met me of niet. Mm. En niet real. Gemene uitspraken. Nee, precies. Gewoon real ja. met je als ik met je ben. Mm -hmm. En dat is waarom ik niet snel met mensen nee. ben. Nee. Omdat ik niet dat snel wil inleveren zomaar. Om vervolgens teleurgesteld te raken. Maar 20 jaar? Ja, jij, nee, jij, nee. Zit op, jij zit jij heel zit echt uit. Uit. Nee nee het kwam heel Nee, is is de derde nee, keer dat je het ja, zegt. Jij maar, zit echt op 20 jaar. Ja. ja dus, nee, nee, maar, jij, maar jij als iemand die gewend is in een relatie te zitten. Ja. Jij, jouw vraag is dus Twintig 20 jaar heb jij niet nee. Mijn vraag is zitten wat achter dat je nooit dat je nooit iemand hebt gelabeld in de maanden dat je contact hebt met iemand ja. als vrouw zijnde en van ik ga kijken waar dit naartoe gaat. Ik ga ervoor. Ik wil niet in de herhaling vallen. Maar ik ben een prijs, hè? Ja, ik, ja, 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 ja je kan het schreeuwen tegen <laughs> me. Ja, ja. ja en, en, en daar voel ik je in. Nee, dan daar, nee, recht, nee, nee. Dan de, de, dus de, dus de, ja. daar kom ik weer uit op dat... dan is het toch weer, hè? We praten en dingen komen... dan, dan is het toch een beetje scheiterig zijn, hè? Omdat, uh, ja, want ik snap wel... ik merk ik dat ik dat ook dat op een is... bepaalde angst heb om... vooral hoe mijn vrede nu... mijn vrede is on point. Maar dan moet je beseffen dat ik daar al lang ben, waar mm. jij nu bent. Daar ben ik al lang. En dan snap ik wel de angst, want. Hé, eh, 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 maar dit is goed een goed leermoment voor jou en voor mij. Ja. Voor jou in de zin van. Besef dat vrede zo sweetie oh, kan zijn. Nog... Dat je dus blijft hangen ja. en dat je zegt. Hé, maar, nikke, 20 jaar. Da <laughs> dat is ja, iemand die heel zegt... Hey Hé, maar, Lovella, 20 jaar. Ja, en ik had een dude ontmoet, ik vroeg hem hetzelfde, ja. maar ik begrijp hem. <laughs> ja, het is een balans daarin vinden, natuurlijk. <laughs> ja, ja. Je weet toch, ik, ik, ik haal van liefde. Balans. En ik denk dat, niet wat, dat we gemaakt zijn om alleen te blijven. Nee, maar, behalve dat. En dit laat ook heel veel zien. but we gaan do it. Mm. Het is doodzonde. Ja. Toch? Het is doodzonde dat. Zo hey, ik, ik, ik gooi hem naar jou. Het gaat oh, nee, over mij, ja, maar ik gooi ah, hem naar jou. Maar, kom maar kom, maar, kom maar. Het is zonde dat de persoon die vol zoveel liefde zit... Mm -hmm. Moet ik me goed verwoorden? Dat de persoon die vol zoveel liefde zit... niet of het risico neemt... of niet is gegund of niet eraan toekomt... om die liefde aan ja. iemand te geven. Ja. En daar komt van tijd tot tijd ook wel de eenzaamheid. Ik heb echt wel momenten. Ik heb een filmpje gemaakt op TikTok. Weet je, van als ik de liefde van mijn leeg, leven tegenkom, scheld ik hem naar zijn voeten. Toen was ze moe. dat is ergens een kerf van waarheid. Want ik heb ja, echt wel, ik ben Anders verzin je het niet inderdaad. Nee, precies. Ik ben niet eenzaam voor langere periodes, maar ik heb mijn momenten. Ja. Echt, ik ben waar de fuck is hij dan? Uh, want ik heb okay. een mooi karakter. Ik, ik ben goed met mensen omgegaan. Ja. Ik ben altijd real ergens ingestapt. Ja. Dat je gewoon even momenten hebt. Gelukkig zijn ze niet lang. Meestal heb ik het met grote boodschappen doen. Want ik denk: wat de eer, waar is hij nou? Waar, waarom helpt niemand mij? Weet je, alleenstaande moeder, doet alles alleen. Ja. Um, en niet dat, mijn niet dat de vader van mijn kind niet in het spel zit, want hij neemt zijn dochter elke weekend. En weet nou, je, we jullie hebben... zijn niet het gezin dat jij wilde. Ik heb nooit een Ik heb nooit gezinsleven geproefd. Van ja. de get ben ik alleen. Mm -hmm. Door dingen die in de relaties zijn gebeurd, waaronder vreemdgang. En wat ik heb gezegd: vreemdgang voor mij is exit. Ja, en ik ben het ermee eens. En ik zei wat, zei ik hoor jou praten: weet je wat, eng is heel open. Want maar mm -hmm. ik zie dat jij. Uh, ik ga het je ook geven. Mm. Uh, weet je wat, zo eng is. Dat ik dus dat. die eenzaamheid heb ik niet. En dat is eng. Misschien heb ik dat nodig ik heb dat niet ik leg het je helemaal uit niet. ik leg het je uit Geen ik, 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 ik kan niet voorstellen dat ja, ik thuis hij, kom en ik denk godverdomme is het er weer <lacht> <lacht> ik, kom, ik, kom. heb je dat helemaal niet dat je nee. moment hebt dat ik denk van weet je nou, wat nou. ik weet je wat ik op zijn hoogst heb op zijn hoogst is het volgende dat jij nu dit uitspreekt en dat ik zeg <laughs> Is het niet de bedoeling dat ik nu eenzaam ben? Is cash, toch? Heb je geen is kerst, moment dat je even van, nou, was wel leuk om met iemand nu te lullen of iets? Ik heb dat moment gehad. En weet je wat dat me heeft opgeleverd? Je bent gaan bellen. Nee. Die relatie waarin ik niet moest zitten. Uh, ja. Maar dat, ja, ja, ja. Ik, ik kan het je precies omschrijven. Denkende ga ik dat wel doen. Mm -hmm. Kunnen altijd knippen. Nee, echt niet. We gaan, <laughs> tot het gaat, ja. Ik was ziek, een tijdje. Ja. Uh, ziek. Met een virus. Niet de bekende virus. Deze is pas in de mode. T TBC had ik. Oké. Okay. Ergens opgelopen in een of andere... Weet je, okay, ik, denk, ik weet niet wat TBC Tuberculose. Oké. Okay. Ja. Uh, tuberculose in uh, uh, een of andere derde wereldland opgelopen. Uh, hele tori. Ja. Uh, en ik was anderhalf jaar ziek omdat ik ook verkeerde diagnose had gehad en verkeerde tabletten. Hele sunny. Mm -hmm, mm -hmm. Ik moest tabletten slikken en ik plaste. En mijn plas was oranje voor een ja. jaar lang. Mm -hmm. en, ik ben, uh, en mijn libido ging een beetje achteruit mm. alles. En ik. Terwijl ik ben een seksueel persoon. Hè? Mm -hmm. Dus dat gaat ook fokken met je als zo. Want je merkt dat soort dingen. Als maar ja, yeah. Oranje pis, libido achteruit, ja. door die door die tabletten. tabletten, negen tabletten per dag en dat soort shit. Uh, uh, Grote kans dat je uh, naar de mensen om je heen. En vergeet familie, de mensen met wie je in contact bent op zakelijk mm. niveau. moet zeggen: van, Hey, ik heb tuberculose. En uh, dat ja. de dokter, maar ik had gelukkig niet een, een, een bepaalde soort tuberculose. waardoor dat niet hoefde. Oké. Okay. Dacht ik: Oh, gelukkig. Ja. Want hoe dan ook, mensen gaan je krom aankijken. Dat. Zo goed. Ja. En toen mm. was het oud en nieuw. Ik kan wel eens lekker tory geven, want ik zit er helemaal in. Je zit erin, Ja, hè? <laughs> ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, en ik zit op de bank. Ziek, ja. niet lekker voelen, ja. loom, uh, loom, zin in niks, ook geen zin om hè? loom. Uh, ik had ook zo'n dikke sunny in mijn nek mm. door die tori. En ik overkwam mij iets wat mij nog nooit was overkomen. Ik begon mezelf zielig te vinden, Oeh. nog nooit meegemaakt. En zielig is los van eenzaamheid hè? Ik heb het nog niet over die eenzaamheid. Mm. Ik zei je, ik heb die eenzaamheid nooit meegemaakt, toch? Echt nog nooit meegemaakt. Het, in het ergste geval dacht ik van... Moet ik me nu eenzaam voelen? Dat is nog zieker. Ik vind het maar, heel... Ja. Maar check, ik ga terug okay, na, naar het verhaal. Ja, ja, ja. Dus ik dacht... Ik had door van... Dus ik hoor ding dong die twaalf uur, Sunny En ik hoor vuurwerk en alle pauw, 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 pauw. Ja, 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 En ik me, begon mezelf zielig te vinden. En hard door van... Hé, hey, ik ben alleen. Ja. Dit is misschien waar een vrouw aan mijn zijde had moeten zijn om voor mm. me te zorgen. Maar ik ben ook te trots en ze zou toch sowieso niet voor me zorgen, want ik ben te trots om iemand voor me te laten zorgen. Maar het idee zou er ja, moeten zijn. Ja, ja, ja. En ik schrok dat ik mezelf zielig voor had, ik nog nooit meegemaakt. Nee. En het duurde ook 6,5 minuten voordat ik er overheen was. 6 mm -hmm. over 12, nieuwjaar! Ja! We gaan het anders doen. Mm. We gaan openstaan. Juist. Yes. Voor iets. En dan beland je in iets wat niet hoort te zijn. That's how I got my baby. <laughs> Jij bent geëindigd met de baby. Ja, ja, ja. Een blessing. Absoluut. Maar om jou daar te brengen, om te laten zien dat ik toch een beetje mens yeah. <laughs> ben... ...heb ik dit met jou gedeeld. Yeah. Maar het heeft er dus voor gezorgd dat ik in iets kwam wat ik niet wilde zijn. Omdat ik dacht van, hey, misschien... Maar, la, la, ja, mag ik, mag ik je. Ik, ik, heb jij niet. Mijn, mijn momenten van eenzaamheid zijn kort. Kleine momenten. Bijvoorbeeld. Um, nou, wat ik al zei, grote boodschappen. Of wanneer het kind in bed ligt. Oh, dat ik soort dingetjes daar. Ik lullen, weet je wel. Mijn oh. routine. Ik heb heel erg routine met die kleine. Ja, 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 Snap ja, ja, je wat ik bedoel? Ja, ja. ja. Um, Moment als je bij feestjes aankomt. Je bent altijd alleen. En ik heb het niet de hele avond, maar even. Moment, ja. En, en ik, vind, ik, vind, ik, momenten. Vind het, ik vind het bijzonder de momenten die je noemt. Heel goed om te horen. Want ja. zou wel herkenbaar zijn. Ja, maar niet voor jou. Nee, nee? ik ben Westside. Oh, oké. Okay. <laughs> I'm good. Oh, yeah. Nee, maar ik, ik zou wel heel goed passen in een relatie. Ja. Het zou me wel staan. Het zou me staan. Maar je bent nooit eenzaam. Ik, ik kan, ik kan je eerlijk de... gezegd. Ik, ik heb je net met je gedeeld. Ja, nee, ik, en ik vind het heel... Maar hoe kan je in een relatie willen, maar eenzaam. Ik... Door eenzaamheid leren kennen. Ja. Ga je het waarderen wanneer je iemand ontmoet? Ja, ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En aangezien je eenzaamheid niet kent. Nee, ja, ik, ik, ik kan het niet zo... Ik, ik wil het graag ergens voor je graven. Ja, ik zoek het ook echt naar. Maar ik kan dan. jou niet dat? zeggen... Ja, ja, maar ik, ik, ben ook, ik, ik ben ook... Dus ik ben een... Uh, hoe noemen ze het? Introvert, ja. extrovert. Ja, Oké. Okay. Je zit mee, ik doe zo'n show en zo. Wat takkie en shit. Ja. I love being alone en praten met niemand. Mm -hmm. Deze dus gaat, gaat je ook uit, hè. Ik heb gehuild. Oh, dat was niet zo lang geleden, maar dat is met familie Sanis. Om de liefde? Dat was, ja, liefde. Oké. Liefde, familieliefde. Wanneer heb ik geld om iemand die geen familie is? Om een vrouw, is mijn vraag. Moeten we graag hoor. Is wel gebeurd hoor. Nee, om een vrouw. Om een vrouw? Normaal. Om hart te Mijn moeder? Nee. Maar ik hou elke dag van mijn moeder dat ik haar niet heb kunnen geven. Oh. Eh... Uh, nee, uh, ja? om, om een vrouw... Gehuild. Ik heb wel voor een vrouw gehuild, maar dat ging niet om haar. Dat snap ik niet. Ik ging... Dat was emotie om iets van familie. Nee, nee echt voor een vrouw. Dan voor een vrouw Dat gehuild. ik zeg. <totstuk> ja. <totstuk> Lavella. En ik, ik hou ervan niet te huilen, toch? Ik ben geen narcist, nee. <totstuk> <totstuk> ik ben, ik ben geheeld. <totstuk> Het gaat niet meer om mij. Weet je, maar... <totstuk> weet je waarom ik die vraag stel? Omdat... Je zegt net, ik, ik ben een te heel een persoon. Vrouw. Want wat is het verschil voor jou tussen seksueel en intiem zijn? Want you got a black book. Wat betekent dat? Met nummers en dit dingen. In noodgeval nummers? Nee, echt niet. Zomaar. Vooroordelen. De black book. Nee, nee, nee. Je hebt geen black book. Je hebt geen black book. Je bent een heel seksueel persoon. Ik Neem aan dat je seksueel actief bent. Ja, maar niet zo als toen niet de als periode toen, waar ik nee, het over heb. Toch maar. Nee, nou niet eens, niet eens, niet eens, niet eens. Uh, behoefte. Ik kan geen seks hebben. Zo gangster ben ik. Ja. Shit. Ik ben echt gegroeid als man. Ja. 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 Ik ben echt gegroeid als man. Ik kan geen seks hebben. Easy. Ja. Easy. Chintori. Oké. Okay. Oké. Okay. En dan. Uh, uh, gebaseerd op. Want we hebben het niet over liefde. Ja. Maar ik ben ook streng geworden op seksueel gebied. Wat, wat moet ik verstaan onder streng? Uh, er zit van: denken dat ik hem overal insteek, of denken van ze spang en dat dat genoeg is. Ja. Nee. Voel je niet dat je tegenover een man zit die getriggerd moet worden in zijn intellect? Wil ik sowieso hard worden? Op het moment dat je me uitnodigt voor deze show. Dan stel me geen gekke vragen dan. And I rest my kids. En trigger liever mijn intellect. Uh -huh. Oké, okay, nee, maar ik vind het gewoon. Ik, ik, ik wil zoveel mogelijk de man begrijpen. En ik merk ja. het verschil tussen. Dat heb ik aan de levende lijf. Weet je wat ik vaker in deze programma. Ik weet nog maar. Maar ik moet het. Want we hebben het over mij. Yeah. Tenminste, je focust ja, op ja, mij. Ja, graag. Eventjes. Ik heb het in deze show vaker uitgesproken. Terwijl ik het niet zo bedoel. Maar ik zeg: Fuck mannen. Mm. Je hebt met mij te maken. Oké. Okay. Ik, ik kan niet de verantwoording nemen voor andere mannen nee, of, nee, in nee, gaan, of in hun flow gaan of in het goede van het. Ik, ik ben mij. Ja. Uh, uh, natuurlijk begrijp ik, man, uh, ik begrijp dat idee. Ik heb dat ook. Vrouwen, mm. vrouwen, dit, vrouwen, dat. Maar ik zeg jou, ik heb nu de kans om in te grijpen mm -hmm. en ik zeg: it's about me. Ja. Want je ziet, ik ben een beetje sociopaat. Er is iets met mij. <laughs> dat zie je aan het verhaal. Maar, maar iets heel interessants. Ja. Ik vind het heel interessant om ja. je. En, en ik merk ook dat ik het moeilijk vind om mijn vinger erop te leggen. Ja. En dat vind ik leuk. Weet je, dan wil ik gaan graven en gaan ja. doen. En. Ja, ik, 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 ik. Ja, ik vind je een hele interessante man. Dat wel. En ik vind je ook interessant. Daarom heb ik je uitgenodigd. Ja. Alleen maar door middel van een filmpje zien van mij. Maar, maar kijk hoe we hier babbelen en shit. Bijzonder. En dan niet eens wat uh, 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 buiten camera gebeurt. Dat. Niet dat er heel erg iets spannends gebeurt. Maar het gaat om gewoon een level van gesprek. Ja. En klik. Per direct. Ja, dus ja. De, wat dat betreft. Voor iemand. En ik zeg altijd tegen mezelf. Stop met dat uitspreken. Maar voor iemand die vroeger zei. Ik hou niet van mensen. Mm. Herken ik wel mensen van. Oh, this ja. is my tribe. Ja. It's is my tribe. Ja. Ja. Is, is heel mooi, hoor. Dus misschien hou ik er niet van om thuis te komen. Honey, I'm home. Maar kom yeah. ik liever thuis van stilte. Weer Mikaide. Ik kom net van de wereld. De wereld is moeilijk. <laughs> nu ben ik in mijn eigen domein. <sighs> Ondanks dat. Wanneer ik wel een persoon ontmoet waarvan ik zeg van: Oh ja. ja. Dan kan ik dat waarderen. Dat die persoon. Thuis Blijft de is. samenleving, hè? Dus je moet samenleven met mensen. Ja, 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 is wat ik ja. mezelf probeer te ja, overtuigen. Ja, 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 en je moet blij zijn dat je geen kinderen hebt, want dan wordt het alleen maar moeilijker. Blijf de feest. Als mensen me vragen, hoe oud ben je? Ja. Hoe oud ben je? Nee. Ja. Wat is je geheim? Maar en maar dan jij... in spite zeg ik, ja. no kids. Ja. <laughs> no in spite, just ja, the fuck jij with maar Je zei m. net wel op camera dat je graag kinderen zou willen. This is true, this is true. Ik heb altijd kinderen gewild, inderdaad. Maar wat zei ik ook? Gotta be right, ja. gotta be right. En, uh, ja, ja, ja. En dat gun ik jou van harte. Dat heb ik niet meegemaakt. That it was right from the get-go. Ja, ja. En en toch ben je blessed en is het. Blessed. Ah, no, ik ken het wel. En van. wat het grappige is met de vader van mijn kind, van alle partners die, ik, die van alle relaties die ik heb gehad, mm -hmm. ben ik achteraf heel blij dat hij het is. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Dat vind ik leuk. Want ongeacht wat wij hebben qua Djougou Ja. En ongeacht... Ook, no, wat... ook, ook heden? Djougou hier en daar? Wij gaan... Um... Kijk, de vader van mijn kind komt uit een bepaalde omgeving. Mm -hmm. is, is, is een man van de, van de... Hij kent het leven. In de zin van, um, hij komt van ver. Ik we het zo zeggen. Hij is West Side hoe ik West Side was. Dat, dat, dat. dat, 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 dat. Misschien nog een tikkeltje erger. Maar okay. voor wat... Kijk, ik, ik heb... Ik moet het goed zeggen. Uh -huh. Ik verwacht bepaalde dingen van een vader. Uh -huh. En voor waar hij vandaan komt... Yeah. doet hij het heel goed. Of het aan mijn eisen voldoet... Het wat anders. Zie jij wat als anders, wat anders. Als ik, wat ik weet je wat oh, maar ik Maar Tof dat je zo daarna kan kijken. Dat je zegt, ik weet, ik ken hem. Ja. Ik weet. En wat hij nu biedt. Dat is voor ik hem... zijn doen. Oké. Okay. Top. Maar is kijk, maar, dit, dit bedoel ik. Dit bedoel ik. Hoor hoe deze vrouw praat. <laughs> jij weet niet hè? Mm. Ik ben een leuk persoon. Ja. Ik ben een leuk persoon. Ja. Hij je bent bruin en heb sproetjes. Hey. <laughs> Vissen. <laughs> Ja. Yeah. Nee, je ja. bent echt leuk. Ja. Nee, want de manier hoe je denkt, zie je. Ja, maar op het gebied van hem vooral... Kijk, het gaat niet om ons, hè. Vanaf het moment dat je... Dan kan ik je ja, maar dat moeten jullie beide doorhebben. Vanaf het moment dat je kind krijgt, gaat het nooit precies, meer om precies. jou. Ja, 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 ja. ja. Zolang zij thuiskomt met, ik ben gek van mijn vader en ze zijn altijd gek van die <laughs> vaders. <laughs> maakt het niet uit hoe jij erover denkt. Ja. Dus ik nee. heb... En ik ben niet het die... Ik zal never nooit een kind tegen een, uh, een man gebruiken. En ik heb veel met hem meegemaakt, waar misschien andere type vrouwen zouden zeggen. Je ja, ja, ja. ziet je kind niet meer. Bla bla bla. Nee, ja. zolang zij thuis komt, maar dat is mijn papa. En bij hem wil ik zijn mm -hmm. en hij is mijn held en whatever. Mm -hmm. Ik ga niet zitten tussen een band van een vader en een kind. Ja. Dat, dat is niet aan mij. Ja. De dag dat ze thuis komt met ik vind het niet meer leuk bij papa, dan moet ik eventueel ja. ja, springen, ja, ja. Snap je? Maar zolang ja. zij. En wat ik zeg, van waar hij vandaan komt en wat hij doet. Geen voorbeeld gehad als vader. Um, geen. geen en maakt niet uit wat voor ruzie we hebben. Mm -hmm. Elke week wil hij zijn kind zien, no matter what. Yes. En dan, dan moet ik mijn verwachtingen bijschaven. Mm -hmm. En zoiets hebben van, nou ja, weet je, met wat je, met wat je kan. Zij mist niks ja. op dat gebied. Totdat ik een man krijg. En dan gaan we kijken <laughs> hoe het gaat. <laughs> Stuur hem niet naar zijn moer en geef hem een kans. Hey! <laughs> Hey, ik moet niet met de seffert komen, dat is niet wat zeker is. Hé, <laughs> hey, Lovella is leuk. Mm. Uh, ken je Lovella niet? Uh, meer dan dit ga je, dat durf ik te zeggen. Je kan naar haar filmpjes checken, maar mm -hmm. dit is in deze aflevering van Gilly's Love Line is waar je Lovella uh, leert kennen. Ik, ik heb veel verteld. En, 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 en daar, ben, daar ben ik blij mee. Dankjewel ja. ervoor dat je open bent. En daarom uh, heb ik ook gegeven. Ik moet erbij zeggen, het kan zijn dat je naar dit kijkt en dat je denkt: wat heb je gegeven dan? Omdat ik het heb weggeknipt. Nee. <laughs> <laughs> het is bruut en eerlijk. Ja, mag nee, nee, niet nee, knippen, nee, nee, nee. Brut eerlijk. Bruut eerlijk. Het eerlijk. Is altijd een goodie. Eh. Ik heb van je genoten. Uh, uh, en ik wil langer met je praten eigenlijk als je het dat vind ik ja, ja, ja. een compliment. Ja, 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 ja. Dankjewel. Ja, ja. Dankjewel. Ik en... moet ook echt zeggen dat, dat ik voel me heel comfortable. En, um, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook fijn hoe je je gasten probeert te verwoorden op het moment dat ze dingen zeggen, wat eventueel door het publiek verkeerd begrepen kan worden, mm -hmm. dat vind ik heel dat je daar even okay. haakt. Ja, is niet per se mijn bedoeling hoor, maar. Ik denk dat dan dat ik denk van ja, dit is misschien een moment om. Ik weet ook niet hoe het werkt. Ik zit ook pas in deze Sunny. Ja. Uh, maar naar mijn idee nodig ik allemaal goede mensen uit. Ja. Want ik kijk naar vibe vanuit mij. Juist. Dus sowieso je good on my side. Ja, maar sowieso. En... Het, het feit dat je uit een filmpje kan halen. Ja. Maar kijk hier, uit. we, we tak je al bijna. We gaan richting weet ik veel, twee en nog wat ja. uur. Ja. Dus, en daarom, ik mee wat ik zeg, ik zou met je door kunnen praten. Eén ding weet ik zeker, uh, 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 dat mensen hier dingen hebben gehoord... wat zij misschien ook uh, doorgaan, waar ze ook over nadenken... onzekerheden over hebben. Absoluut. Of waar ze ab absoluut zeker over zijn en dat het nog eens bevestigt... van, oh, zie Juist. je zo, uh, zo, ook zo in elkaar. En uh, ik denk dat dat ook wel mijn doel is. En met mijn filmpjes en met mijn gekkigheid wat ik doe op TikTok... en noem maar op, het is altijd... Iedereen kan zich... Ergen. Waar kunnen we die gekkigheid van jou checken allemaal? Nou, mijn gekkigheid is nu uh, merendeels op TikTok. Mm -hmm. uh, Lofella Tellesvoort. Uh, de reden waarom het op TikTok is... omdat ik soms denk dat het iets te grof is voor Instagram. O, oh ja? ja? Nou ja, soms twijfel ik van dat bepaalde dingen op Instagram komen. Ik zit juist op Instagram. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. En ik ja. denk ook dat het voor mij goed is om gewoon te gaan posten op Instagram. Nee, doe je ding. Want op, is... op TikTok hebben ze je omarmd, toch? Daar ja, ben je omarmd. Ze... Dat heb ik dan ja. wel gezien, hè? Ja. TikTok hebben ze me echt Want uh, Dit is een goed moment. Om, ik ga gebruik maken van dit okay, moment. Oké, let's go. Want mijn Facebook lobby is minimaal. Hè? Yeah. <laughs> ik denk de over na om jullie eerst te scotten. Maar Instagram is die lobby is mooi. Dus ja. ik denk dat je moet om, omarmen waar je die lobby krijgt. Go where you uh, uh, appreciate it, yes. not tolerate it. Dat. Dus Facebook. Je krijgt nog één <laughs> kool op kans, Facebook mensen. En, 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 en doe het volgende. Ga naar view. Like the page. Yes, yeah? Je kan mij ook volgen op Instagram, @Gilirutu, Twitter, gilirutu. En belangrijkste misschien, abonneer, abonneef je page op YouTube. Like dit filmpje. Want die likes zorgen ervoor dat YouTube gaat denken van, oh mensen vinden dit leuk. Dat. Want je zit in mijn DM. Dat. Maar drop die shit ook op YouTube. En we hebben sowieso meer, meer reel nodig op de buis, overal. Ik, yeah. er, ik wil je echt complimenteren over hoe echt dit is. Mm -hmm. Je hebt geen Dank vragenlijst. Je, je hebt niet. Ik wil, nee, je gaat. Oh, je gaat um, of, vibe. of vibes. Of yeah. vibes. En je intuïtie is daar echt scherp in. Ingi Eman. Nee, ik hou ervan. Mm -hmm. Ik vind het heerlijk. Ja, absoluut. Dus okay. liken mensen, liken. Ja, yeah. absoluut. I love it a lot. Is er nog iets wat je moet droppen? Nee, ik ben heel. Ik, dit is mijn eerste sinds mijn TikTok-filmpjes lopen. Ben jij de eerste die dit <laughs> je En ik, ik ga je uitgenod... volgen. Dus ik, 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 ik heb je voor. Before you blow up crazy heb hey. ik je alle. Ja, maar dat kan okay. je herinneren. Dus als je, als je Biggie Ting gaat hey. spelen. Nee. Of je gedrag gaat veranderen. Of je niet. wordt fake. Nog mooier. Je wordt narcistisch. <laughs> nodig hoor. <laughs> <Dan laughs> nodig Dan maar uit. haal ik je weer, ja, zeg ik, mevrouw. Ja, mevrouw, kom zitten. Zet ik een laptop. Gaan we weer naar die beelden kijken? Ja, nee, zag, nou, zag je die humbleness? That. Zag je die kwetsbaarheid? Daar ga ik op, nee, ik denk dat dat ten eerste niet mogelijk is, want mijn filmpjes lopen omdat ik echt ben. Juist. En ik kan niet anders. En daarom lopen echt. wij ook, viben nou, wij hier ook. Absoluut. Bedankt voor het komende seizoen. Dankjewel voor de ja? uitnodiging, was leuk. Lobby hier. En zoals ik altijd zeg, if it ain't about love... Hey! Nou? It ain't about nothing. Pip, pip, Tot de volgende date. Yeah! <laughs> leuk, 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 leuk. <laughs> Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Hoe lang moet ik wachten?